Laptop op. Ben je, ben je, ja, zullen we maar ik gewoon ben beginnen? Okay. Ja, laten we gaan beginnen. Ja, zeker. Zo, maandje. Nou, dan, dan zijn we begonnen. We zijn begonnen, denk ik. Ja. Ik, ben, ik vind het spannend, maar ik ben ook best wel zo relaxed, of zo. Ik ook. Is dat voor jou? Ja, ja en dat, dat komt ook door ons vorige gesprek, denk ik. Ja. Dus ik heb al het gevoel dat we elkaar een beetje kennen. We hebben eigenlijk de introductie en de inleiding al, uh, al gehad. Dat gedeelte hebben we achter. Ja, check even wat is het intens? Nou ja, een paar episodes terug van de 100% Inspiratie podcast. En de, vandaag zien we elkaar voor het eerst. In ja, het echt. Klopt? En, ja, uh, nou, valt niet tegen. <laughs> dankjewel, dankjewel, wederzijds. <laughs> ja. Um, ja, en laat ik het dan maar kort introduceren. Wij hebben een podcast gedaan in de quarantaineperiode. Nou, we zijn nog steeds in een quarantaineperiode. Dus mensen die dit zien op YouTube, zien ook dat we netjes anderhalf meter uh, uit elkaar zitten. Ja. Yep. Um, en ik dacht, ik ken jou van tv, uh, van de radio als prestatrice. En ik dacht, nou, we gaan het gewoon lekker hebben over geluk en succes, waar ik het meestal met mensen over heb. heb. En um, volgens mij, binnen een minuut hadden we het eigenlijk al over liefde. Meteen al. En jij begon ook over dat je mijn podcast met Jan Geurts had geluisterd. Ja, nou, ja Jan Geurts is een soort van halfgod in de wereld van... Streven naar spiritualiteit, verlichting, maar ook zeker naar uh, liefde en, en relaties. Ja. En toen hebben we het volgens mij, ja ik heb hem ook teruggeluisterd, we hebben het gewoon een uur lang gehad over liefde en relaties. Ja het is ook maar gewoon soms wat er gebeurt en hoe het ja. komt. En uh, nou ja, de, de reden dat ik meedeed met, jou, uh, met jouw podcast was onder andere omdat ik dat gesprek had gehoord uh, van jou en Jan Geurtsen. En ja. dat vond ik heel inspirerend. En dat is dus kennelijk een thema wat, uh, wat bij mij meteen naar boven komt ja. en en wat ook alles te maken heeft met geluk en, ja. en succes en ja. uh, hoe je in het leven staat en hoe je voelt. De liefde en relaties ja. is ja in ieder in geval in mijn leven nummer één. Ja, en er ontstond ook best wel een klik. Volgens mij hebben we allebei een tijdje dingen gezegd van we misschien wel dachten, ja. nou, hebben we dat nou al gezegd? Maar ja, het, was gewoon zo, het was gewoon zo'n leuk gesprek. Ja, maar dat, dat is ook zo als je, een, als je een wisselwerking hebt in een gesprek. Ja. Ja, en, en iemand geeft iets terug en je, of, he, dat resoneert, ja, dan, dan krijg je ja. een leuk gesprek. Ja, ja. Ik ben nu al bang welke dingen wij gaan zeggen komen natuurlijk. Ik ook. En de reacties, en dan houden we even op met het, uh, met het stukje veer in ons eigen reetsteken. Ja. Maar het, de reacties gingen ook gewoon <laughs> door het dak. Uh, jij kreeg veel reacties. Ik ben natuurlijk wekelijks gewend dat mensen wel reageren op de podcast. Maar het was nu echt boven gemiddeld. En mensen die zeiden: Oh, wat een fijne reminder om er even te weten dat ik de liefde in mezelf moet zoeken. En wat, ja. wat een fijne klik hebben jullie samen. En daarnet nou, hebben we mensen gevraagd om vragen in te sturen. Die gaan we zo ook erbij pakken. Maar we kregen vooral eigenlijk als reactie: Oh, wat gaaf, jullie gaan weer een podcast doen. Ja, het is voor mij iets nieuws. Want ik heb jarenlang radio gedaan. Wat iets heel anders is. Natuurlijk wel uh, heel direct en ja. ook in verbinding met de luisteraar. Maar. Um... Ja, het praten over je privéleven en over dingen die uh, thema's die voor jezelf belangrijk zijn, dat is iets nieuws voor mij. Ja. Dus ik vond het ook heel leuk dat mensen daarop reageerden en dat ze zeiden van oh grappig, ik herken heel veel in wat je zegt. Ja. En, uh, en, en het gesprek van jullie, dat, uh, ja, dat kwam heel erg bij me binnen. Nou, dat vond ik heel leuk, dat dat ja, iets toch? is wat ja. zo meteen bij mensen ja, binnenkomt. Alsof ze erbij zitten, zeg maar. Ja, en laten we er dan maar gewoon induiken. Want ik heb hier een lijstje voor mijn neus, waar we denk ik een heel seizoen mee zouden kunnen vullen. <laughs> en dan hebben we ook nog eens vragen van mensen via Instagram. En terwijl we hier zitten, blijven ze binnenstromen op ons ja. telefoon. Ja, het is één woord en daar kunnen we het uren over hebben. Jaloezie. Jaloesie. Laten we dat gewoon eens beginnen. Mensen wow. die nu kijken of luisteren, we maken het natuurlijk allemaal mee. Misschien ja. dat een, zullen er, nou, zullen er mensen zijn die hier gewoon niet mee te maken hebben, die gewoon zeggen, nou, ja. ik, ik het doet mij niks als mijn partner. Ja, dat, dat weet ik niet, maar ik denk het wel. Ik denk het wel, want uh, jaloezie is wel iets, denk ik, ja, nou weet ik niet of ik op, op mensen hun tenen sta, maar naarmate je ouder wordt, denk ik dat uh, jaloezie, dat je dat wat meer kan relativeren, laat ik ja. het zo zeggen. En dat je, um, uh, dat je meer kan beseffen dat jaloezie iets is wat, uh, wat bij jezelf vandaan komt. En een ja. soort onzekerheid is. Uh, en in het, begin, uh, of in het begin van jouw relatiestatus, relatiegeschiedenis, zeg maar, dan ja, besef je dat denk, nog niet zo. Tenminste, zo is het voor mij wel. Ja, nou, ik wil er natuurlijk wel wat meer over weten. Zo. Ja. Maar dit resoneert al bij mij dat ik, nou, ik ben 32, ja. ik ben op dit moment vrijgezel. En uh, jaloezie is echt wel, en ik schaam me daar bijna voor... maar echt wel een puntje altijd geweest in mijn relaties Dat ik jaloerzer ben dan ik wil zijn. Mm. En, en als je daarnaar luistert, want he, het gevoel voelen en daarnaar handelen... zijn twee andere dingen. En ja. uh, ik heb er ook wel veel naar geluisterd. Terwijl als jouw partner, jouw vriendin in mijn geval, op een feestje is... en ze is aan het zuipen en aan het dansen met allemaal andere mensen die je niet kent... en dan krijg je een naar gevoel bij... Dan kan je meteen zo'n jaloerse gast worden door de volgende dag echt aan van die checkvragen te gaan stellen. Waardoor zij ook denkt: ja, wat is dit nou? Daar word je niet heel aantrekkelijk van, denk ik. Van oh, heb je met mannen gedanst en wat dan? En had je dan chance en had je aandacht. Ja, bedenk dus. maar hoe het omgekeerd voor jou is. Ja, ja. denk je, laat me eens met rust. Nou, ergens zou ik het misschien ook wel, want het is wel een teken dat je iemand geeft. Dus ik zou het ergens ook wel heel erg misschien fijn of zelfs schattig kunnen vinden. Van ah, lieverd, maar ik ben het toch helemaal voor jou. Weet je oh, al wat, wat, wat lief dat je die gedachten hebt. Heb maar je het is wel eens meegemaakt dat, dat je een vriendin had die heel jaloers was? Nee dat, nee, uh, nee, dat valt denk ik wel mee. Ja. En uh, nou, nu, geval, ik heb me nu echt voorgenomen uh, om, om meer observator te gaan zijn van, van die emoties. Want die kunnen gewoon nog steeds opkomen. En dat je precies wat jij zegt, dat je dan jezelf afvraagt: oké, okay, even gapen Thijs. Ja. Waar heeft het nu mee te maken? Want het kan natuurlijk zijn dat je de ander niet vertrouwt. Hè? Nee. En dan, dan zijn de gevoelens tussen aanlangstekers terecht, want ja, dan komen ze daar vandaan. Maar als dat, als je denkt, nee, ja, ik, ver, ik vertrouw die ander gewoon. Ja, uh, wat is het dan? Welke onzekerheid of welke behoefte aan bevestiging is dit dan in jou? En waar komt die dan vandaan? Nou, je zei het net eigenlijk al heel duidelijk. Je, je balanceert op een dunne lijn met, uh, met jaloezie. Want aan de ene kant hè, heb je het gevoel van. Um, een beetje jaloezie is ook niet erg. Want dat geeft ook wel weer dat je gek op iemand bent. Ja. Of, ik heb het ook als ik uh, als ik zelf dan een relatie uh, heb. Ik heb op dit moment een relatie, maar ook in het verleden. Als, uh, uh, als, als een vriend helemaal niet jaloers was, ja, dan vind ik dat ook wel lastig. Want dan ja, voel, ik, voel ik me ook niet echt gewild of geliefd. Ja. Maar ja, in hoeverre zit dat dan bij mij? He, het zit misschien meer. helemaal niet bij die persoon. Nou, dat is een interessante stelling, is. Is het soort van onvermijdelijk dat verliefdheid ook altijd komt met een bepaald portie jaloezie, onzekerheid, behoefte aan bevestiging? Oké, okay, mijn vriend nu ja? is niet jaloers. En um, ik heb daar in het begin best wel lastig mee gehad. Want ik meete dat echt aan uh, van hoe leuk vind jij mij. En nu besef ik me, want we zijn alweer een tijdje samen, ja. dat ik dan denk van ja... Um, Nee, dat is, dit is toch iets uh, wat, wat ook voor een heel groot gedeelte uh, nou, in mij zit. Misschien ook wel een klein beetje in hem dat hij dus totaal niet jaloers is. Dat heeft ook weer met je geschiedenis te maken, ja. met je verleden. Um, en ik dat weet niet precies hoe dat helemaal bij hem zit. Maar ik denk dat het, uh, ja, ik vind het wel lastig om, om. Ja, dat is misschien een hele goede vraag. In hoeverre hoort het erbij? En, en niet? En, hoe, en ja. soms ook niet. Maar hoor je eigenlijk zeggen dat je het wel fijn zou vinden als hij een keer jaloers is. Ja, ja, eigenlijk stiekem wel. Eigenlijk wil je dat hij straks zegt... Ja, heb je nou alweer met die Thijs een podcast opgenomen? <laughs> en dan kon je wel heel vaak over hem. En, uh, ja, ja, nou ja, ja. soms zou ik, dat wel, uh, zou ik het wel een klein beetje leuk vinden... als hij dat uh, af en toe een beetje zou hebben. En um, ja, ik weet niet, het, het, geeft, het is ook romantisch een beetje... Jaloersie. Maar tegelijkertijd is het een dunne lijn. Want je wilt ook niet. Ik heb ook een vriend gehad vroeger. die heel erg jaloers was. Ja. en die continu uh, alles wilde controleren. en die vroeg waar ik was geweest. En uh, mm. heb je nou nog steeds niet gebeld? Uh, Wat ben je aan het doen dan? Uh, ja. hoe, waarom duurt het zo lang? Of uh, hè, dat als er een berichtje binnenkwam op je telefoon. dat er dan meteen je telefoon gecheckt werd. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon heel onrustig. en niet fijn. en dat wil nee. eigenlijk niemand. Nee. Dus waar, heel... waar zit dan de schijf? Hoe jaloers mag je zijn? Ja, 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 ja. waar vind je de gulden middenweg? Daar is de gulden middenweg? Ja, 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 en en hoe, dat moeilijk. Dat, hoe is dat bij jou zelf? Want nu heb je het over de jaloerse gevoelens van jouw partner en exen. Uh, want je gaf wel aan, nou, naarmate ik ouder word, kan ik, dat wat meer, kan ik er wat wijzer mee omgaan? Nou, van... ik kan het verstandelijker benaderen. Want ja. gevoelsmatig ben ik echt nog wel, uh, af en toe kan ik wel jaloers zijn. Ja. Alleen ik kan het nu precies wat jij zegt van ik ga er meer naar, van een afstand naar kijken en denken van ha, uh, moet ik dit uiten of niet of in hoeverre vind ik hier wat van, nou, dat doe ik ook meer. Ja. Ik, uh, uh, ik merk dat ik het soms wel uh, kan hebben, maar uh, is het terecht ja of nee, dat vraag ik me dan af en dan uh, kom ik meestal op nee terecht, want uh, het is iets wat bij mij zit. Ja. Maar um, wat, wat zijn ja. die checkvragen? Ik noemde net al bij mezelf bijvoorbeeld, hé, hey, van, hm, waar komt het vandaan? Vertrouw ik haar ja of nee? Weet je wel, Dat is een soort van checkvraag. Ja. Of uh, herken ik deze context uit een relatie van het, uit het verleden waarin het fout is gegaan? Hè? Want dat mm -hmm. zo werkt je systeem natuurlijk gewoon van, hé, hey, deze, deze context heb ik eerder meegemaakt en toen ging het fout. Oeh, dit is foutenboel. Dus welke checkvragen stel jij jezelf om... Dat gevoel eh, te controleren, zeg maar. Ja, ik, ik denk dan van: uh, is iemand. Uh, uh, is, is je partner eerlijk? Vertelt hij je alles? En dan denk ik weer meteen: moet hij me alles vertellen? Ja, dat is dan de check die ik dan doe in mijn hoofd. Want ja. uh, sommige dingen hoef je natuurlijk ook niet te vertellen. Je hoeft ja. eigenlijk alleen iets te vertellen. als jij denkt dat je partner daar misschien wel wat van zou kunnen vinden. En daar, dat is natuurlijk ook weer een heel grijs gebied. Want. Um, he, wij zitten hier nu met z'n tweeën. Nou, iedereen kan dat zien. En mijn vriend weet dat ik hier zit. Maar hier is natuurlijk niks spannends aan verder. Maar als ik een, ja. een, gewoon een date zou hebben. Of een date, een, een afspraak met een man. Wat niet, dan wil misschien mijn vriend weer wel dat ik het vertel. Ja. He, dus daar, waar ligt die. Uh, en de, omgekeerd heb ik het nu ook uh, bij hem. Ja, hij vliegt en hij is heel vaak in het buitenland. Heel lange tijd. Of heel lang tijd. Uh, ja, toch wel vaak een week of tien yeah. dagen. En. Um, uh, nou ja, ik, ja ik, zou het wel, ik vind het wel fijn als ik weet. als hij heeft afgesproken met iemand of zo. Dat, maar dat gebeurt niet zo vaak hoor. Um, maar met wie? En als hij dat dan niet vertelt of zo. dan zou ik daar wel ja. een, een jaloers gevoel van kunnen krijgen. En heeft het dan ja. ook te maken met zijn beroep en de vooroordelen. die er natuurlijk zijn. over piloten en stewardessen <laughs> in het buitenland? Ja, alleen hij vliegt vracht. Dus. <laughs> Ik weet dus niet wat hij met die vraag is in in <laughs> ja. Ja, nee, dus, okay. dus wat er uh, met hem allemaal in het buitenland gebeurt, is niet zo heel spannend. Maar nee. uh, tenminste, weet ik niet, nee. maar, daar ga ik van uit. Wat ook wel een grappige situaties, is, als je bijvoorbeeld naast elkaar zit even te denken. Uh, hoe kan ik dit naar mijn eigen leven vertalen? Als je naast elkaar op de bank zit ja. en iemand zit op zijn telefoon en je ziet mm -hmm. dat er berichtjes binnenkomen. Mm -hmm. Ga je dan toch met één oog kijken, ja. of niet? En ik probeer mezelf echt te dwingen om dat er niet te doen. Ja. En uh, ik vind het ook belangrijk om dat niet te doen. Want ik vind het ook niet relaxed als hij dat bij de hele tijd bij mij zou doen. Ja. Want ik wil wel ook het signaal afgeven dat ik hem vertrouw. Want dat ja. doe ik ook. Tot het tegendeel wordt bewezen. Ja, <laughs> precies, dit is wel. Ja. Ik denk. Inderdaad, dat het gewoon niet zo slim is en niet zo gezond is om de e-mail of de telefoon van je partner te checken. Ik snap niet, wel, nee. maar dan zit er, denk ik, altijd op onbewust niveau of op bewust niveau wel een stukje gebrek aan vertrouwen. Ik kan me wel voorstellen dat het soms dan verleidelijk is. Zeker als je misschien een beetje twijfelt en je hebt een keer die telefoon van je partner in je handen, dat dat heel verleidelijk is om eventjes naar WhatsApp te gaan. Ja, en uh, nou, dit verhaal gaat mensen niet helpen om vertrouwen te winnen. Want een vriendinnetje van mij die uh, wilde. Um, Even in de inbox van haar man om de geboortekaartjes te versturen van hun pasgeboren tweede kindje. Nou, je voelt hem wel aankomen. Maar Had ze dus toegang tot die inbox? Ja, blijkbaar wist ze gewoon ze wachtwoord of even. Okay. Dus zij zat even in zijn mailbox om wat adresgegevens op te zoeken van hun gezamenlijke vrienden. Mm -hmm. En uh, een week na de bevalling of zo. En toen kwam ze dus achter dat hij een affaire had met uh, iemand van tien jaar jonger. Jeetje. En dan ben je dus net een week moeder, zeg maar. Echt, Jeetje, ja, dat is, dat is heel heftig. Maar ja. kennelijk. Wist zij de, de gegevens van zijn inbox? Dat moet hij ook geweten. Maar da, dat, hebben. Vind je, dat vind je al heftig ook, dat je van elkaar de inloggegevens hebt? Nou ja, vrienden van mij hebben elkaars Find My iPhone. <laughs> dus, <laughs> wow. dus die kunnen dus van elkaar zien waar, waar ze zitten eigenlijk. Wow. En ik vind dat, ik vind dat al, ik, ik heb niks te verbergen, maar ik vind dat best een inbreuk op je privacy. Ja, ja inbreuk van je privacy klinkt ook zo uh, alsof je dus. Uh, heel erg privacy nodig hebt. Ja. Maar het gaat om het idee dat je, dus de ander vertrouwt. Daar gaat het om. Ja. En ik hoef niet te weten waar hij de hele dag is. Nee denk je. <laughs> <laughs> Terwijl je dat zegt. Oké, okay, dat zou ik super ik chill, zegt, vinden. Zou ik chill vinden. Dat zou chill vinden. Eigenlijk ja. wil ik ook aan hem vragen of wij Find My iPhone kunnen doen, maar dat durf ik niet. Nee, 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 gein, nee, maar, nee maar dat, dat is wel eerlijk dus... van. Jouw ego die ja, zei. Mijn oh, ego lijkt Mijn Super chill. Ja. Want dan heb je altijd, als je even behoefte hebt aan die bevestiging van waar is je? Absoluut en... niet. Want dat is he, verstandelijk denk snap ik dat dat echt zo is. Nee, maar jouw, is. jouw gevoel. Ja. En dat is dan ja, toch. Wel. Ja. ja, is jaloezie denk je een. Een groene draak. Be ja, een behoefte aan bevestiging, is dat het eigenlijk? Ik, je, eigenlijk, want je, je ego... Wil natuurlijk dat die, die persoon, je ego is bezitterig. Dus die wil ja. van jouw partner je bezit maken. En die wil dat hij of zij er helemaal voor jou is. 100%. Ik denk dat het 100% een, een, uh, een ego-ding is. Ja, een persoon, uh, dat zit in jou, zeker. Ja. En ook onzekerheid heeft daarmee te maken. Een behoefte aan bevestiging. Maar uh, het heeft ook te maken in een verschil in wat je normaal vindt en wat niet. Bijvoorbeeld, uh, mijn vriend vertelde me in het begin van, ja, ik vind het gewoon heel normaal dat ik no nog contact heb met uh, vrouwen uit het oh, verleden. Ja. Oh, ik voel een vraag aankomen. Ja, en ik, ik zei toen tegen hem van, oh, maar dat, ik vind dat echt absoluut niet normaal als je daar nog allemaal met alle, als je een vriendin hebt, vind ik het wat anders. Iemand ja. die gewoon een vriendin van je is, en je bent daar al jaren bevriend mee, maar als jij gewoon een keertje uh, hap, snap, contact hebt gehad met iemand, wijs zijn spreken, seks hebt gehad, ja. en dan ga je daar af en toe nog stuur je af en toe nog een appje naar elkaar. Hey, hoe is het? Hoe gaat het nou met die nieuwe baan? Ja, dat vind ik gewoon onzin, zeg maar. En hij denkt er anders over, want hij heeft zoiets van, ja, maar. Er is geen bedreiging. Ik heb gewoon met sommige mensen ja. nog af en toe contact en ik vind het super eerlijk dat hij dat zegt, want hij kan het ook niet zeggen. Ja. En daar zit het gevaar als iemand het ja. niet zegt en wel nog af en toe komt. Maar hij heeft gewoon zoiets van nee hoor, ik, ik heb gewoon verkering met jou, ja. weet je wel zo. Ja, en ik vind dat van jullie allebei uh, legitiem, zeg maar. En, en, ja. en als ik zijn coach was geweest, want als je echt zegt van kijk, als het een, gewoon een vriendin is, of misschien een ex waar je nog steeds contact mee hebt, dan kun je het ja. ook zo over hebben. Ik vind dat heel normaal, als ja. daar nog een soort van vriendschappelijke band is, mm -hmm. is. Maar dit is heel gevoelig voor heel veel mensen. Mm -hmm. um, maar als het inderdaad echt gewoon nooit, het waren nooit vriendschappen, uh, of, of laat staan, hij heeft er gewoon een keer een one stand mee gehad, of het was een oude scharrel. Als ik dan zijn coach was geweest, dan had ik wel gezegd van ja, maar waarom heb je die behoefte dan? Dat is toch wel heel interessant. Ja, denk je dan of toch misschien nog... is het wel reageren hoor op iemand. Het kan ook zijn dat iemand. Maar ik denk dan: waarom, waarom stuurt iemand jou een berichtje terwijl die weet dat jij een relatie hebt? Ja, maar dat doen we in ieder geval. Ik weet niet of daar iets achter zit, maar dat doen we allemaal toch wel eens. Als jij op iemand een oogje hebt of je denkt van: nou. Diegene moet ik gewoon. Ja, je gooit nog eens een hengeltje ja, uit. ja, ja. ja Maar dan, en dan, en dan weet je dus dat dat de intentie is. Dat iemand ja. niet alleen maar denkt van oh, ik wil gewoon eens weten hoe het met die persoon is. Dus daarom, daarom vind ik het van mijn kant wel legitiem om daar ja. een soort gek gevoel over te ja. hebben. Aan de andere kant vind ik het ook weer heel ja, eerlijk als je het zegt. En als jij daar heel vrij in bent. Ja. En, um, Sorry, ik heb een <laughs> ik, ben, ik heb geen corona. <laughs> ik ben gewoon een beetje... Ja, maar maar, anders ligt um... er nog een starbucks servetje onder de site. Maar ja. um, weet je, het is... Uh, ja, dus dat is ook een verschil in, in um, hoe je erin staat. En in jouw opvattingen over wat wel en niet kan. Wat normaal is. Ja. ja ik wou, ik ja. wou net iets... Uh, je triggerde iets wat ik erover wilde zeggen. Um, ja, als je, als je natuurlijk helemaal... Uitzoomt of gewoon, ik hou er soms ook wel van om dingen. Misschien slaak ze op spiritueel vlak te erg plat, want dan wordt het heel praktisch. Maar als je het helemaal uitzoomt, zijn er eigenlijk maar twee opties: of hij is wel te vertrouwen en hij kiest 100% voor jou, of niet zeg maar. Ja. Dat zijn eigenlijk de twee opties. En als, als het optie A is, dan maakt het eigenlijk geen zak uit naar hoeveel feestjes hij gaat en hoeveel werkuitjes hij heeft en met hoeveel vrouwen hij nog sms't of appt, want hij kiest toch wel voor jou. Precies. Jij bent zijn enige. Ja. En als optie B is. Ja, dan zal vroeg of laat dat toch gewoon een keer uitkomen. En dan is, heeft je die relatie een houdbaarheidsdatum. En, en jaloezie is volgens mij een beetje. Ja, gaat hier een beetje tussen deze twee scenario's in zitten. Van ja, is hij nou wel of niet te vertrouwen? Nou ja, of, je, je ziet ook vaak, en, en zowel mannen als vrouwen, dat. Uh... Zoals de waard is vertrouwd is interessant. een gasten. Die is interessant. Ja, als je een hele uh, jaloerse man of vrouw hebt, nou, dan zal diegene wel wat te verbergen hebben. Of dan ja. heeft hij misschien zelf ook, uh, doet hij of zij dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ja. Hè, dan hebt hij misschien uh, met uh, bepaalde dames of uh, heren. Ja. En um, vindt hij dat normaal? Of flirt hij daarmee online? Of ja. uh, hè, als, hij dat, als hij daar bang voor is bij jou. Dat is natuurlijk ook... Uh, zou soms een teken aan de ja. wand kunnen zijn. En um, laten we het eens hebben over... jaloezie over het verleden. Wat natuurlijk heel interessant is, want... Ja, voordat jij diegene leerde kennen... had diegene niks met jou te maken. Dus we hebben allemaal een verleden. Je wil denk ik ook niet iemand tegenkomen die maagd is. Uh, dat, dat je denkt van... nou, ik ben uh, echt de nee. enige voor hem of haar. Nee, dat is niet mijn ding. Maar ik, ja, dat laat ik daar maar eerlijk in zijn. Ik was dus in vorige relaties... ik kon in sommige fases in vorige relaties zo'n jaloerse sukkel zijn. Dat ik dan echt daar wel, dat ik dat, daar dat ook te veel naar ging informeren. Van ja, met wie heb je het allemaal dan gedaan? Het getal, wil je dat weten? Ja. Hoe zit jij daarin? Um, ja, ik wil alles over iemand weten. Dus dat vind ik interessant. Dus jullie weten van elkaar het getal? Het getal, nou, met hoeveel het mensen getal je... ja. Op een gegeven moment ben je de tel kwijt. <laughs> Tenminste, ik niet. <laughs> ik niet Oké, okay, nee. Ik, maar ik voel een kop van, uh, van de podcast aankomen. <laughs> Oké, lelijk dat dit zo... Ja. Nee, maar... Um, uh, ja, getallen precies. Maar je weet wel ongeveer van nou... Het zit in de tientallen of in de... Weet je, je weet ja. ongeveer wel van elkaar. Ik ben okay, wel ja. geïnteresseerd. Uh, ja, en wat iemand tot zover aan toe... Hè, tot, tot jou... Uh, allemaal heeft gedaan. En wat voor ja. leven die heeft gehad. Zeker, dat vind ik wel, uh, um, dat vind ik wel interessant. Zeker. Ja. Ja. Nou, ik merk bij mezelf wel dat ik... Ik denk dat ik er beter op ga door het gewoon niet te weten. Dan... Bij voorgaande maar, relaties. Ja? ja, vind jij, vind jij, dus getallen interessant in zoverre hoeveel bedpartners iemand heeft gehad? Of zit de jaloezie bij jou meer in die ene uh, relatie die heel veel voor haar betekend heeft? Want dat is natuurlijk iets. Uh, iemand die iets gedeeld heeft met jouw ja. ex, wat heel intiem is. Uh, niet alleen seks, maar ook iets mentaals, iets emotioneels. Ja. En dat kan extra jaloezie opwekken. Nou ja, vroeger, om maar zo te zeggen, was triggerde fysiek contact... meer mijn jaloezie dan uh, iemand leuk vinden. En ook toen het uitging met, met mijn vorige relatie... toen had ik er echt wel liefdesverdriet van. En... Dan deed mijn hart meer pijn als ik visualiseerde, en dat is natuurlijk het domste om te visualiseren wat je maar kan bedenken. <gif> Waarom zou je maar Het ja. deed me meer pijn als ik visualiseerde dat ze met een andere kerel in, in bed lag. Dat hij aan mijn meisje zat, weet je wel. Uh, dan dat ik visualiseerde of er aan dacht dat ze een oogje op iemand anders had. Maar dit is in het verleden gebeurd. Dit is, dit is, dit, je bent dus jaloers op iets wat er in het verleden is gebeurd. Oh nee, ik heb het nu over toen het uitging tussen oh, okay. ons. En toen ik dus Daarna. met liefdesverdriet zat. En uh, als ik dat liefdesverdriet ging analyseren of, of dat zij niet meer mijn vriendin was. Dan ja, deed het vooral pijn als ik dacht van oeh, ze kan nu gewoon met allemaal mannen andere dingen doen. Dan okay. dat ik dacht oeh, nu heeft ze misschien een oogje op een andere man. Maar je zei dat je ook wel jaloers kon zijn op vorige relaties. Dat je de haar uh, continu ja, uh, ging ja, en vragen dan, daarnaar eigenlijk. En dan ging het inderdaad niet zozeer om als je dan vraagt naar nou, hoeveel bedpartners heb jij gehad, om het getal, of het nou 10 of 30 of 80 is, dat, want daar zit geen emotie aan, dat is gewoon een getal. Mm -hmm. Maar zodra die getallen verhalen worden, en nog helemaal als dat mensen zijn die nog in de omgeving zijn, en dan kom je hem een keer op een feestje tegen, of het is een van haar beste vrienden waar ze wel eens het bed mee in is gedoken, dan, nou, ik mag hopelijk spreken van oude thuis, maar oude thuis, die, die die had er wel echt heel veel moeite mee. En waar ben je dan precies jaloers op? Want is dat dan dat zij iets gedeeld hebben waar jij niet bij was, of uh, is dat uh, uh, puur het fysieke of uh, dat iemand aan haar heeft gezeten en dat je dat een nagelig idee vindt? Ik, ik, ik denk als ik het, want het, het kwam er wel eens voor dat we op een feestje waren en dan was ze met een jongen aan het praten aan de bar en ik kende die, dude niet en uh, ik ben er toch sensitief genoeg om te voelen ja. <laughs> weet je wel, ik weet zeker, ja. dit is, ik voel ja. die twee, uh, ik voel wat voor geschiedenis die hebben. Het ja. is heel normaal, want je, je hebt een tijdje een leeftijd en uh, je hebt met, met de meesten hebben het toch wel over de tien uh, mensen, met over die mensen seks gehad en dan kan je een keer zo'n persoon tegenkomen. Tuurlijk. ja. En uh, eerlijk, als ik het systeem analyseer, en dat kan ik nu veel beter dan toen, um, is het gewoon angst om verlaten te worden. Ja, ja gewoon, want, want ja, zij praat nu weer met hem en... Uh, en dan ja, ben ik ook benieuwd naar als jij dan bijvoorbeeld uh, vraagt aan je vriendin van, uh, over vorige relaties of over, over seks bijvoorbeeld. Vraag je dan hoe ze, zich, uh, hoe ze zich voelde in die relatie? Of vraag je, wil je in detail weten wat er gebeurd is? Ja, ik, of allebei. Ik, 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 ik schaam me er bijna voor, maar ik, ik kon zelfs echt op tot aan welke standjes toe gaan informeren. Om, is dat toch dat je dan jezelf zo wil kwellen. Dit is hè? gewoon zelfkastijding. Ja. Dit is want, want dan ga je het helemaal voor je zien. Maar geef ze ja. daar, daar gaf ze dus ook antwoord op. Ja. ja. Dat, dat was denk ik voor ons allebei uh, ja. niet zo. Maar als je, ja, als je uitzoomt dan... Uh, ja, dan weet je, je. Je hebt niet heel veel verstand nodig om in te zien dat het natuurlijk helemaal nergens op slaat. Nee. Maar, dat echt, maar dat het is dus kennelijk wel heel menselijk. Want ik denk dat als je, als je nu zit te luisteren, dat je dat... Misschien ook best wel herkend. Al is het iets wat je in het verleden hebt gedaan. Ik herken ja. dat ook wel hoor. Dat ik dan wilde weten. Um, vrouwen willen denk ik altijd weten. Uh, was ze beter in bed dan ik? Oh, ja. Ja. Of was ze, was ze leuker dan ik? Of ja. was ze in zo'n situatie? Op zo uh, met de schoonfamilie? Of op een feestje? Was, was ze anders dan ik? Die, die, die vergelijken denk ik meer onderling. Ja, nou dat is ook zelfkastijding natuurlijk. Dat slaat nergens op. Want hoe kan je nou ja. jezelf vergelijken met een vorige relatie? Dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, maar, ja. en is het dan het pijnlijkste om te horen als zij als dan zegt... Ja, zij komt wel ja, iets beter leuker. bij je pijpen. Ja. <laughs> ja. Nou, je bent wel een ongelooflijke lul als je dat gaat zeggen. <laughs> Mannen, niet altijd eerlijk zijn. Nee. Nee, echt. Ja, ja, dat is sowieso een goede tip. Om niet altijd eerlijk te zijn. Ja, ja. En maar dat is natuurlijk ook ego. Want de kans dat jij in alles in bed... de ja. perfecte, ik bedoel de kans dat hij een keer iemand heeft gehad... waarvan hij de borsten net wat mooier vond. Of waar hij waar, waar net iets meer dit of dat is. Ja, heel is nu met jou. Ja. Hè? Of dat nou uh, ja, dat een man is of een vrouw, dat maakt niet uit. Hij, hij of zij is nu met jou op dit moment. Ja. En ja. kiest dus voor jou. Ja. En eigenlijk is dat alle bevestiging die je nodig hebt. En wat, wat zou jij dan erger vinden als, jij, uh, als jouw vriend nu een keer op een feestje met iets te veel alcohol zoent met een andere vrouw? En hij zegt: Ach, sorry, sorry, je liever, het was echt niet de bedoeling en stelde niks voor. Mm -hmm. Of misschien nog meer dan zoenen, maak er jouw uh, voorbeeld van. Of hij zegt: Oeh, ik moet je bekennen. Die ene collega, ja, ik voel wel op een wijze klik met haar. En ik, uh, ik wil bij jou zijn, maar ik wil wel eerlijk met je delen dat ik ook wel, ik voel en ik oh, heb ik wat ge gevoelens voor een ander. Nou, Welke van die twee vind je erger? Absoluut het eerste erger vinden. Oké. Okay. Ja. Uh, oh, sorry, nee, ik, ik, ik zeg het omgekeerd. Nee, het tweede zou, zou oh, ik, ja. Ik, ik doe het even opnieuw. Uh, ja, ja. <laughs> ik zou absoluut het, eer, het tweede erger vinden. Ja, dus de gevoelens ja, dus erger gevoelens dan heeft. fysiek contact. Ja, ja, ja de ja. gevoelens erger dan het fysiek contact. En... Um, het is heel menselijk om fysiek je aangetrokken te voelen tot iemand anders dan degene die waar je verkeering mee hebt. Dat is niet zo raar. We zijn uh, allemaal mensen. En um, uh, ja, nee, ik denk dat dat, uh, dat dat heel menselijk is. En helemaal na een tijdje in de relatie, uh, dan uh, ja, heb je af en toe wel eens van zo, dat is een aantrekkelijke man ja. of vrouw. Uh, ik denk dat dat heel normaal is. Dus ja. uh, ik zou het wel heel leuk vinden als je het me zou vertellen dat dat gebeurd is. En ik denk dat vijf jaar geleden, nou, misschien nog wel korter geleden, had ik gedacht van. Uh, als, als hij mij zoiets zou vertellen. Uh, als ik heb gezoend met iemand. dan zou ik helemaal uit mijn kanarie zijn gegaan. Uh, ah, wat denk je wel niet. Uh. Ja, ja, ja. Maar nu zou ik daar iets anders in staan. Ik, zou, ik moet wel uitkijken met wat ik ja. zeg. <laughs> zodat hij niet soort denkt dat hij een vrijbrief heeft. Ja. Um, maar ik vind het wel. Uh, um, nou, ik vind het niet onoverkomelijk. Nee, ik, vind, ik begrijp het wel. Ja. En het maakt dan de context erg uit. Want ik zelf vind, dat klinkt misschien heel stom, maar of er wel of geen alcohol in het spel is. Ik vind het een heel groot verschil of het op een feestje is en je was stom dronken. Maar waarom, waarom maakt dat eigenlijk wat uit? Want ik bedoel, ja, dat... ben je dan ontoereikingsvatbaar? Dat, dat nou, sluit dus nergens op? Nou, dat is toch wel zo. Dan vervagen grenzen en dan ben je in de context van een feestje. en dan is het, is een... Ja, maar feit blijft dat jij die persoon aantrekkelijk vond. Of je nou alcohol op had of niet. Ja, maar dus wezenlijk geef je jezelf een vrijbrief, ja, maar ik had alcohol. Ja, maar kijk, de, de, de kans dat wij gaan zoenen tijdens deze podcast, na deze opname, is niet heel groot. Dan zouden we echt het echt op moeten zoeken en uh, daar zouden we echt ons best voor moeten doen. Ja, maar voor jouw partner maakt dat wezenlijk niet uit. Nou, ik vind dat als partner... En, en stel, ja. wij, zouden, wij zouden nu op een borrel staan... en het is al diep in de nacht... en drankjes en cocktails en, en leuk en dansen. Ja, dan, dan hoeft er maar eventjes een moment te zijn van gemie... En, en voor je het weet... Maar eigenlijk is dat raar, vind je niet? Eigenlijk vind ik dat raar. Dat wij als partner dus kennelijk um, zeggen van... ja, maar als jij een borrel op had en je hebt daarna... Uit een soort balorigheid, met iemand gezoend, of er was een moment van uh, ontoerekeningsvatbaarheid dat dat gebeurde. En dat is oké. Okay. Maar als je bij van spreken een leuke man ontmoet en je denkt van nou, ik voel even, ik heb even zin om te zoenen, uh, en dan mag dat niet. Ja, ik vind dat dus echt verzachtende omstandigheden, omdat het op, op klaarlichte dag zonder alcohol vergt het veel meer bewust nadenken en een bewuste keuze mm -hmm. dan op een feestje in the heat of the moment. Ja, maar, 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 ja, maar jij, jij bent het niet mee eens. Jij zegt, het nou ja, is mijn... mij geen reet wat de omstandigheden nou, zijn. Nou, mijn, mijn ego zegt misschien wel een beetje dat ja? wat jij nu zegt, maar mijn verstand begint wel steeds meer te dus zeggen van, ja, eigenlijk is dat best wel gek dat we dat, dat, we dat zo hebben bedacht als mensen. Dat, je, dat dat dus wel oké okay is als je een borrel op hebt, maar dat het niet oké okay is als je gewoon denkt van. Het, zonder emotionele gevoelens yeah. aan vast. Yeah. Niet van: ik wil een relatie met die persoon, yeah. maar gewoon van: nou, ik zou er best wel even mee willen zoenen. Nou, oké, okay, yeah. uh, prima. Uh, dat is eigenlijk heel gek dat je dat dat, dat dus niet oké okay wordt gevonden en het dronken op een feestje wel, want je bent dronken. Ja, maar misschien zijn we toch meer met, elkaar, meer met elkaar eens dan dat het lijkt. Want waarom het, als ik het nu afbel bij mezelf, waarom ik het pijnlijker vind in, in laten we zeggen, op klaarlichten dag context, mm -hmm. dan moet je eigenlijk die persoon wel leuk vinden. En, ja. en, en, en nou, dat, mensen die een open relatie hebben, zouden, het, zouden dat betwisten. Die zouden zeggen: nou ja, seksie, seks. En ja. Uh, en een gevoel is een gevoel. Dat is heel wat anders. Je kan gewoon seks of zoenen met iemand ja, zonder dat okay, je daar een gevoel bij hebt. Dan gooi je weer hebt. een andere variabele erin. Maar stel, je hebt ja. een gesloten relatie. Je hebt met elkaar afgesproken, we zijn exclusief. Mm -hmm. Ja, maar dan... Ja, ja, dan ga je dan buiten de context om van, van alcohol en uh, verzachte omstandigheden... ga je denk ik alleen maar met iemand anders zoenen als je diegene echt leuk vindt. En op een feestje, ja, dan was het gewoon projectie. Je zat lekker in je vel en je had, je had met iedereen kunnen zoenen. En het was gewoon even het moment. Ja, ja, Denk je ja, dit, je, ik snap hoe, wat je zegt hoor ik, ik snap zeker wat je zegt maar ik vind als je een gesloten relatie hebt uh, dat dan, dan is het voor mij geen verzachtende omstandigheid dat er gedronken is nee, nee oké okay. ja, helder ja en dan, uh, op het lijstje dit staat dus ook als je een afspraak hebt gemaakt hè, met elkaar van, nou, ja. het is oké okay als je af en toe ja. met een ander doet want dat zijn gewoon nou, die erbij horen misschien dat we het daarover moeten hebben maar voordat we het over hebben vind ik het wel leuk om, om één ding dan uh, in het kader van jaloezie te bespreken en dat is uh, want je zei net, nou, ik vind het niet leuk dat hij nog contact heeft met vrouwen waar hij ja, geen vriendschappelijke relatie mee heeft. Wa waarom heb je nog behoefte aan, aan aandacht of contact met die vrouwen? Wat natuurlijk ook vaak een gevoelig puntje is, zijn exen. Dat je daar, ik, ik heb, ja. zeg maar, ik heb drie serieuze relaties gehad in mijn leven. Uh, nou, met één van die drie heb ik, heb ik geen contact meer. Met eentje. Uh, amper, maar we, we zijn echt. Uh, we gun elkaar de wereld. En eentje is gewoon mijn beste vriendin op dit moment. Ja. En dat is ook echt al heel lang geleden dat ik met haar uh, verkeringen had. Dus het voelt bijna als een soort van vorig leven. Ja. Maar ik heb laat ik zeggen, in, in, in relatie 3 had ik nog contact met relatie, de dame van relatie 2. Ja. En, uh, en daar hebben echt in de in de in de, totto, in de eerste drie, vier maanden, echt ruzie over gemaakt. Want ja. zij vond. Eigenlijk dat ik haar moest beloven: ik heb geen contact meer met haar. En ze zei: ja, ik vertrouw jou wel, maar ik vertrouw haar niet, want volgens mij wil zij jou eigenlijk nog terug. Mm -hmm. En toen, ja, ik vond dat echt heel lastig, want ik, ik ben heel erg een pleaser. Als ik niet uitkijk, en dat is ook fout gegaan in mijn vorige relatie, dan, dan buig ik veel te veel mee met, met de wensen en verwachtingen van, van de ander en verlies ik mezelf. Maar hier heb ik echt wel een soort van streep toen getrokken. Van, ja, maar dit, dit gaat gewoon zo tegen mijn principes in. Ik vind ja, gewoon niet dat jij mag zeggen: je mag niet meer met haar omgaan. Ja, maar uiteindelijk, het, ze maakte er zo'n groot. Uh, ja, het, 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 het leverde vaak zoveel ruzie op dat ik dan zelf al de keuze maakte. Nou, dan, dan spreek ik al niet meer met haar af, weet je ja. wel. Maar hoe, hoe sta jij hierin? Um, ik herken dit wel, want er de, 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 de zijn uh, in mijn verschillende relaties ook wel inderdaad dat soort gesprekken geweest. Um, ja, ik uh, mijn eerste reactie is inderdaad van oh uh, vriendschap met een ex dat dat uh, hé, dat is een oerreactie. Het voelt een beetje als een bedreiging. Want uh, zij heeft van alles gedeeld. Met je. Nou, nou, draai ik het even om hè, naar mijn partner, als die dat ja. heeft. Zij heeft van alles met jou gedeeld op emotioneel vlak, op seksueel vlak uh, noem het maar op. Dat is natuurlijk heel uh, bijzonder als iemand al langere tijd een relatie met diegene heeft gehad. En dat is natuurlijk bedreigend. Maar mijn tweede reactie is van. Uh, eigenlijk is het heel gek dat ik bepaal voor iemand wat, die, waar die, uh, wat hij doet in zijn leven en waar hij mee omgaat. Als hij gewoon zegt: van jij bent mijn vriendin en je hoeft je verder geen zorgen te maken, dan is dat eigenlijk wel gewoon uh, niks, meer, niks minder dan dat. Ja. En um, uh, het voelt voor mij sowieso niet goed om mensen dingen te verbieden of te zeggen: dit mag jij ja. niet of dit kan jij niet doen. Um, ik zou al, Ik, ik heb, heb geen hele goede vriendschap met een ex-vriend. Maar ik kan me wel voorstellen dat, als dat zo zou zijn, dat ik het echt niet tof zou vinden als iemand uh, daar iets. Wel, ja. mag er wel iets van vinden. Ja. maar mij iets zou opleggen. Ja. Dat zou ik heel. En, en dan verwacht je dus eigenlijk van je partner het level van zelfreflectie. Ja. Toch? Van, ja. hey, wat, prima dat die gevoelens omhoog komen. Daar kan je niet heel veel aan doen. Hè. Dat op lange termijn wel. Kan je kijken van, hey, met meditatie of whatever. Maar daarbij denk ik ook dat het dan... De, uh, nou, misschien een beetje de, uh, aan de kant van de... Als ik het nu eventjes naar de man uh, zet. Hè. Dus ik... Uh, ik mijn vriend heeft een uh, goede relatie met zijn ex-vriendin. Ja, ja. Nou, dan vind ik het ook de taak van een man een beetje... om dan te zeggen van, oké, okay, jij vindt dat lastig... of je hebt daar... Uh, je legt mij niks op, maar je vindt het wel een beetje lastig. Nou, wat kunnen we daaraan doen? Weet je, ik neem je een keer mee naar mijn uh, ex-vriendin... Ja. en uh, laten we een keertje gaan eten met z'n allen. Uh, uh, als zij geen relatie heeft, hè. dat is vaak dan de, uh, ja. de trigger. Dat was bij jou ook zo, ze wil je terug. Ja. Nou, dan ga je een keer eten met z'n allen en dan... Uh, ja, dan is dat toch ook weer anders. Dan maak je persoonlijk contact met iemand. Ja. Dan, uh, uh, ja, dan zul je zien, waarschijnlijk, dat het ook gewoon een hele leuke meid is. Want ja, hij valt op leuke vrouwen. Dat is logisch. Want hij is ook met jou op dat ja. moment. Of hè, in jouw ja, geval, ja, ja, ze valt ja. op leuke mannen. Uh, ja, dat is, dat is toch uh, ja, iets waar je wel uit moet komen samen, denk ik. Dan ja. moet je elkaar niet gaan opleggen. Ja, nou, ik denk dat er nog veel extremere gevallen zijn. Die heb ik ook wel gehoord in mijn omgeving. dat iemand gewoon zegt je moet kiezen. Ja. Of je, als, je, als je bij mij wil zijn, dan, dan, dan ga je gewoon niet meer met je ex om. En ja. als je haar nog wil zien, prima, maar dan pak ik nu mijn spullen. Het zegt ook wel iets over jou als je dan uh, die keuze ook echt maakt. Als jij ook echt zegt van, uh, oh oké, okay, nou dan kies ik wel hoor voor jou. Dat, uh, dat is ook niet goed voor je, voor je eigen gevoel, denk ik. Als je je dat laat opleggen door iemand. Ja. Volgens mij is dat niet gezond. Nee, nu zou dat voor mij uh, geen hele moeilijke keuze zijn. Als iemand, als iemand dat zou zeggen, zou ik denken, oké, okay, maar het feit dat jij dit ultimatum stelt, dat jij zo ja. in elkaar zit, dat is voor mij tien miljoen keer reden dat jij niet de ideale vrouw uh, voor mij bent. Nee, en het is ook onzekerheid van die persoon. Ja. ja. En uh, ja, dan hoop je maar dat zij ooit die zelfreflectie krijgt van, nou dat was niet, dat, dat, dat niet oké, okay, dat ik dat heb geëist eigenlijk van mijn vriend. Ja. Want... Uh, Nee, volgens mij is dat niet gezond. Is dat nee. niet... Het zou moeten zijn. En de, de, de tijd vliegt ook echt. We, zijn al, we hebben het nu een half oh. uur over oh, oh, dit over onderwerp. Over jaloezie, ja, maar ja. het is ook een interessant onderwerp. Ja, en er zijn heel veel kanten ja. zitten eraan. Nee, ik, vind, ik, ik het was, was geen negatief, het was iets positiefs. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja. Zullen we eens een kijkersvraag erbij oh, leuk, pakken? Leuk. Hebben we die? Ja, ja we hebben, ik hier ik een hele Ik heb ze zelfs, ja. zelfs uitgeprint. En, um, ja, want je gooit nu alweer allemaal dingen open. Ik wil het nu ook hebben over open relaties. En, uh, ook heel interessant. en uh, De vrije liefde. De, de drie fases van de relatie waar ik een van de vragen over gaat. is misschien ook leuk om het over te hebben. Want dat, dat, dat leunt hier ook helemaal tegenaan. Dat ja, je dat eigenlijk... heb jij ooit ook in je podcast ja. gehad, hè? Ja. ja, hoe je dan naar een soort van volwassen rela relatie toe kan gaan... waarbij je... Nou, als we het hebben over jaloezie bijvoorbeeld... dat je van elkaar gewoon helemaal weet van... Dit ligt bij mij, dit is een soort van onzekerheid van mij. Ik ben op zoek naar bevestiging en dat je dat van elkaar weet... en dan kan je veel betere gesprekken voeren. Nou, wil niet dat... zeggen overigens dat het er dan niet meer is, hè? Nee. Dat is ook een soort proces waar je samen door nou gaat. Nou ja, laat ik daar dan, laat ik dan een heel klein beetje op de stip gaan liggen... om dan je jaloezie af te sluiten. Want ik, ik, ik kan uh, 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 nog ontkennen, nog bevestigen... dat mijn hartje uh, zich weer een beetje aan het openen is. Oh, wat leuk. Na, na, na drie jaar misschien wel meer gesloten te zijn geweest dan ik dacht. En met je kop ben je al heel snel ergens over... Uh, overheen. En denk je, ah, ja. oh, was een kutrelatie. Wat een kut wij vroeg nergens op. Uh, ik ga weer verder. En dan, je lichaam heeft toch wel iets andere spelregels. Ja, maar mooi maar... dat je daar de tijd voor hebt genomen dan. Ja, ik had geen keuze blijkbaar, want in die tussentijd heb ik veel gedate en uh, een vrouw kon zo leuk zijn, maar eigenlijk niemand deed echt iets uh, met me. Maar mijn hartje is, is echt super recent. Het is weer een beetje aan het openen en er gebeuren dan ook wel interessante dingen op liefdesgebied. Leuk. En dan merk ik meteen zo woeie, dat dan ook ineens krijg je de gratis ja. jaloezie. Onzekerheid, behoefte aan bevestiging. Wow, dit is hetzelfde pakketje. En ja. dat was dicht. En dat was dus heel fijn. Want ik heb dan ook een tijdje helemaal geen onzekerheden en, en behoefte aan bevestiging gehad. En op het moment oef, dat het hart opent en er gebeuren dingen, dan ja. krijg je ook weer de hele. Het is wel grappig. Want dan kan je dus nog zoveel. Uh, hey, jij hebt natuurlijk heel veel interviews gedaan. Uh, je podcast en ja. heel veel mensen gesproken en toch heb jij dat nog. Ja. Dus je weet voor jezelf ook nog niet hoe je dat Absoluut. perfect zou moeten doen. Dat, nou, dat is ook niet zo op het gebied van de liefde. Och, was het, soms zouden we dat misschien willen, maar dan zou het leven niet leuk zijn als we gewoon machines waren en je kon een Ach, knopje. Nee, dan, kon je, dan zou ik nu een knopje zo jaloezie poef uit en dit, nou weet je wel. Maar, dan, uh, maar waar ik wel al trots op ben, ik, dat ik meteen merk, ik ga naar de observator. Daar ja. hebben ze natuurlijk vaak in het spirituele ook vaak over, van mm -hmm. kan je op zijn minst eens observator worden van jouw emoties. Dus daar ben ik al wel heel trots op. Dat ik meteen gewoon voep, naar, die, uh, naar de cockpit ga. En dan mezelf analyseer van heel wat interessant. Ja. En, en mezelf dus die vragen ga stellen. Van waar ja. komt dit nou vandaan? En wat maakt die, dat In die dit... fase zit ik dus ook een beetje over veel... Nou, we hebben het net al best wel over een aantal onderwerpen gehad. Dat ik veel meer kan denken van... Ik voel dit, maar dat is eigenlijk niet oké. Okay. Dit zou eigenlijk anders moeten. Ja. In een perfecte relatie. Ja. Die er natuurlijk niet is. Want die bestaat helemaal niet. Maar ben jij ook echt wel een... een... Ik ben echt een analyseerder. Echt... Te erg vaak. Maar ik heb het wel nodig om, zodra ik mijn gevoelens heb geanalyseerd en ik begrijp het met mijn analyse, kan ik mijn gevoelens veel beter een plekje geven of toelaten. Heb jij dat ook? Uh, nee, ik denk dat ik heel impulsief ben. Ja, ik, ben, uh, ik, ik heb die gevoelens en uh, dat moet eruit. En dan denk ik daarna, oh, dit was niet handig. Nee, en dan zet je echt... Celine Dion aan. <laughs> ah. ja, huilen. Ja, Met nee. een zak Oreo. <laughs> ja, of <af> twee. <laughs> ja, dus dat, nee, ik ben wat dat betreft veel impulsiever. Ik ben niet zo oh, analyserend, ja. denk ik. Dat komt dan misschien achteraf. Oh ja. Ja, dus dat is ook niet altijd handig in een relatie. Ja, bij mij is dat echt heel weird dat ik... Uh... Dan, dan dan, ik ben denk ik best gevoelig. Maar dan moet ik het met mijn hoofd of, of met mijn coach bespreken. En als ik dan snap van oh, maar dit gevoel komt nu naar boven. Want het heeft te maken met dat. Mm -hmm. Dan ineens kan ik het gevoel meer toelaten. En dan kan ik er meer oké okay mee zijn. Dus ja, dat is heel weird hoe dat bij mij werkt. Je hoofd is toch een soort van. Ondertiteling van je gevoel. En ik heb eerst die ondertiteling nodig voordat ik uh, het gevoel toe kan Ja, Alle laten. mensen zijn verschillend. Dat is juist ook zo mooi. Alleen dat ja. maakt het soms heel ingewikkeld in relaties. Want jouw eventuele nieuwe vriendin of je vorige relaties waren waarschijnlijk niet zoals jij. Nou, dus he, die hebben waarschijnlijk ja. niet die analyserende factor. En uh, nou ja, dat kan af en toe ook clashen met elkaar. Ja. En soms heel mooi samengaan. Er dus schiet me nu een anekdote te binnen, die, die moet ik me even delen. En die is wel grappig en pijnlijk tegelijkertijd. Toen, toen we op een gegeven moment hadden besloten van oké, okay, het gaat slecht tussen ons. We geven ons allebei een week thinking time. Dat mm -hmm. was dus een soort van laatste stro-home. En uh, nou, mijn coach die zei wel motiverend. Nou, Thijs, 9 van 10 relaties uh, overleven dat niet. Meestal is dat gewoon een soort van ja, begin van het eind. Begin van het eind. Nou, <laughs> na die week thinking time. En door mijn agenda had ik geen seconde thinking time gehad. Dus dat is ook niet zo handig. Zij had heel veel thinking time gehad. En uh, toen zouden we ook allebei opschrijven waar we mee zaten en, en hoe we ons voelden en zo. En zij begon, dus dat echt een hele mooie brief. Van uh, ja, waar, waar is die? We hebben zoveel mooie momenten gehad. En daar op dat strand en in die fase en die gebeurtenis. En waar, waar zijn die twee mensen gebleven? Die weet je echt heel mooi. Ja, weet je echt zo. Heel poëtisch. Heel poëtisch en um... mooi. En, en ik mis dat. En is dat er nog? En, <laughs> en uh, ik. Uh, had dus uh, uh, de avond tevoren, had ik gewoon een lijstje in bullets gemaakt. In bullet points van eigenlijk alle dingen die ik niet oké okay vond in onze relatie. En zij sloot haar brief af en ze zegt: Ja, Thijs, en. Uh, ja, mijn grootste angst is echt dat jij nu zou komen met een lijstje met bullet points. Oh, <laughs> oh wat erg. Ja. En ik echt zo, nou, ik heb ja. in principe... Uh, is dat het geval? <laughs> Lekker zakelijk ook. We ja. willen even deze meeting ja, de, afsluiten. Ja, ja, precies. Vragen ja, graag dus, voor het einde bewaren. Kijk, en dat is dus inderdaad een heel oh. erg verschil in... Nou ja, goed, dat is, dit zou eventueel ook nog een onderwerp kunnen zijn om over te praten. Verschil in communicatie. Wat jij normale communicatie vindt, vindt een ander werkelijk belachelijk. Hoe haal je het in je hoofd om het zo te brengen? En dat is ook een heel interessant punt: een relatie waar op heel veel dingen mis kunnen gaan. Zul jij pist worden als je een relatie-talk hebt en dat je vriend het in bullet points heeft voorbereid? Ik vind sowieso het woord, het woord bullet points uh, samen met een relatie, vind ik al vrij uh, aromantisch en, uh, ja. ja, Maar um, uh, het, het rare is dat ik het wel begrijp, want oh, dit is ook een heel stukje intieme informatie wat ik nu deel, maar ik heb in mijn... Um, uh, in mijn notities, in mijn telefoon ja. heb, ik, uh, heb ik ook vaak zet ik ook vaak dingen die ik of leuk vind. Dat doe ik dan ook. Oh, het zijn niet alleen negatieve bullet points. Maar ik, ik herinner me, ik, ik wil mezelf er snel uh, graag aan herinneren uh, aan de dingen die ik nog wil bespreken. Of waar ik nog mee zit, of wat ik gek vind, of waar ik tegenaan loop. Of wat ik bij mezelf ook uh, voel, maar ook bij de ander. Ja. En dus die bullet points, her, her, die, die herken ik okay, wel een okay, beetje. Yeah, yeah, ja, die yeah. herken ik wel een beetje. Alleen ik zou ze nooit zo in de gesprek. Nou, ik heb nog een paar bullet points hier in mijn notities staan. Die wil ik nog even met jou bespreken. Dat zou ik <laughs> dan weer niet zo doen. Dat moet je volgende keer iets organischer is goed, brengen. Dat is goed. Ik, ik zal dat powerpointje volgende keer achterwege <uitwegen. lacht> laten. Lijkt me heel verstandig. <laughs> Oké, okay, ja, laten we eens naar wat, wat, wat vragen kijken. Ja, leuk. Uh, ja, dit is, wel, dit is misschien wel leuk. Wen van der Lee zegt een eerste date. Hoe weet je of er direct aantrekking is of dat het kan groeien? Benieuwd naar jullie visie. Ik denk dat dat heel eenvoudig is. Oh. Als je het voelt dat er aantrekking is, is er aantrekking. Als je het twijfelt, dan is er niet genoeg aantrekking. Ja, nou, in mijn geval ja, in want jouw Ik kan geval, alleen maar voor okay, mezelf ja. spreken. Dus jij nee, hebt eigenlijk bij al jouw, jouw, ja, want bij al jouw uh, mannen, alle mannen, die, <laughs> die oneindige rits aan mannen. Ja. <laughs> Dank je Thijs. Ja, als alleen ja. al die allemaal luisteren, wordt het een succes. Deze... Oh, dat kan echt niet. nee um, Maar bij alle ja. mannen die uiteindelijk jouw vriend zijn geworden, ja. uh, uh, daar had je op, bij het eerste contact al een gevoel van hé, hey, ja. er is iets van. Ja, okay. ja eigenlijk wel. Ja, ik denk dat als je het je afvraagt, dat is niet alleen met aantrekkingskracht zo, maar wat mij betreft ook in de relatie, als je, um, als je echt wezenlijk twijfelt over iets, kijk dat er dingetjes zijn dat je denkt, de plussen zijn wat meer dan de minnen, maar er zijn ook wat dingen waarvan ja. ik denk van, het is niet helemaal. Maar als je wezenlijk twijfelt en je hebt daar echt een, een onderbuikgevoel over, dan zit het meestal, zit er iets niet goed. De relatie en dat is ook zo met aantrekkingskracht. Ja. als jij een, uh, een eerste date hebt met iemand en, uh, en je twijfelt, je denkt van hm, ik weet niet helemaal of dit het is. Ja, dan, dan, is, dan, is, er, dan is het er niet helemaal, denk ik. Ja, al dus. je, je moet al verdonderd zijn als je thuis zit. Je denkt: Godverdomme, wat was dit? Ja. Dit was dit was fucking amazing. Ah. Weet je wel dat gevoel moet je eigenlijk hebben? Ja. na een eerste idee, ja, ja, ja. Uh, een eerste date. Ja, ja, je ja. weet van jouw gevoel is nogal intens. Dus als je iemand ja, leuk sowieso. vindt. Ja. <laughs> Bel jouw vriendinnen ja. op. Dit is, is niet normaal. Dit is niet normaal. We gaan trouwen. Alles. Het ja, ja. is nooit gebeurd al. De enige vraag is twee of drie <laughs> kinderen. Maar, <laughs> nee. Ja. <laughs> ja. Precies. Nou ja. De, de, hè, dus uh, ja. Ik. Nou ja. Goed. Bij mij is dat misschien vrij heftig ontwikkeld. Maar ja. ik. Uh, ja. Ik denk wel dat, dat er een overall gevoel is. Als je echt aantrekkingskracht hebt. van Dat het echt leuk is. Dat je. A, iemand heel graag nog een keer wil zien. B, dat je heel graag iemand wil zoenen. Uh, dat, zijn wel, dat zijn wel pijlers, denk ik. Maar heb je het wel eens andersom gehad? Dat je dus inderdaad na een eerste date dacht... Oh mijn god, dit is mijn prins op het witte paard. En dat, dat, dat je na date twee, drie of vier of tien dacht... Oké, okay, waar, waar dat was ik? Ja, dat, dat is waar. gevaar. Dat, okay, dat heb je wel als ik zie aan ja. de twinkling in je ogen... dat ja. dit niet onbekend voorkomt. Nee, dat klopt. Dan is er, dan is er eerste, want dan is er dus niet meer dan aantrekkingskracht. En dat is natuurlijk seksuele aantrekkingskracht. Want okay. in een eerste date kan je nog... Natuurlijk, je hebt een gesprek met elkaar en dat kan ook klikken. Maar uh, als er op een gegeven moment na een aantal dates... dat je denkt van, oh nee, dat ja, is eigenlijk toch wel uh, hele stomme grappen. Of uh, weet ik veel. Uh, het zijn dingen die niet matchen. Ja. Hè, dat kan natuurlijk ook uh, makkelijk ja. zo gaan. Ja. Tuurlijk. Ja. Ja. Want ik, uh... ik wil niet zeggen dat de liefde van je leven is. Als je aantrekkingskracht hebt bij een eerste date. En uh, heb je ook al eens gehad dat je echt dat het naar extremen ging dat je eerst dacht oké okay, dit is extreem de leukste man op aarde en dat je na een tijdje echt dacht van hoe waar was ik dit is gewoon hoe dit is op 0 procent een match nou dat heb ik wel met meerdere relaties ja? die ik gehad <lacht> heb <lacht> niet alleen bij een date ja, ik heb wel een aantal relaties uh, dat ik denk van uh, ja hoe is hoe heeft dit zo lang kunnen duren en wat is je antwoord daarop um... Misschien dat toch die seksuele aantrekkingskracht heel lang doorsudderde of zo. Dat, dat hè, als, je, als je chemie hebt met elkaar, dan ja, kan je heel lang in de slaapkamer. bij de les blijven. Ja, in de slaapkamer. Maar ook chemie hoeft niet alleen maar in de slaapkamer te zijn. Nee, dat kan ook uh, zijn doordat, uh, doordat je iemand gewoon in, in alles wat hij doet fysiek aantrekkelijk vindt. Ja. Uh, en het en, en, en gewoon een heel aantrekkelijk persoon vindt. Dan kan je iemand, kan onwijs een lul zijn verder, uh, maar uh, ja. Ja. Of hele stomme dingen doen. Of jou eigenlijk helemaal uiteindelijk geen supergoed gevoel geven over jezelf. Maar dan kan je heel lang erbij blijven. En ja, dan is inderdaad de vraag, waarom heb je dat zo lang laten duren? Ja. En misschien was dat ook wel wederzijds. Van, ik wil niet alleen maar zeggen dat dat van mijn kant zo is. Misschien is dat van die andere kant ook wel zo ja. ge geweest. Dat weet ik niet. Uh, maar ja, dat ja. kan langer duren dan, dan je achteraf uh, zinvol. Vind, ja, ik gevonden. denk dat we allemaal wel relaties in onze omgeving kennen waarbij je denkt van, nou ja, volgens mij zijn jullie gelukkiger zonder elkaar. Zeker, ja, ja. Ja, ik zie ook wel inderdaad relaties omheen dat ik denk, nou, ik zou niet per se in die relatie willen zitten. Maar ja, ja weet je, wij, wij kunnen niet in het gevoelsleven van een ander kruipen. Zij hebben waarschijnlijk ook iets ja. naar elkaar waardoor, uh, waardoor ze het wel prettig vinden met elkaar. Ja, nou, ik... of, of het is gewoon. Uh, de macht der gewoonte, hè? dat kan ook. Van. We zijn nou eenmaal samen en laten we dat maar zo houden. Ja, zijn... Nou, dat is iets wat ik sowieso eigenlijk uh, waar ik niet achter sta. Nou ja, en wat dan een beetje kan helpen. En een vriendin van mij heeft dit weet je wel eens, dat had ze nodig om uiteindelijk een einde aan haar relatie uh, te maken. En dat leerde ik van Leo Bormans, echt zo'n geluksonderzoeker, zo'n hoogleraar geluk die ik interviewde. En die zei dat ons brein overschat ontzettend de mate van trauma die een grote beslissing met zich meebrengt. Dus als jij in een relatie zit waarvan je gewoon weet, die klopt niet. En soms ben je daar gewoon eerlijk over naar jezelf en naar je vrienden of vriendinnen. Maar je durft het vaak niet uit te maken. Want inderdaad, je. Weet dan gewoon, dan kom ik even in een dieper dal terecht. Dus even is mijn leven nog shitter dan nu. Ja. Voordat ik. Nou, en die periode van even is mijn leven nog shitter. Ons brein heeft gewoon een systeem ontwikkeld. omdat we bang zijn voor verandering. om die periode mee te overschatten. En in de praktijk blijkt dat heel erg mee te vallen. Ja. Is dat een paar dagen of een paar weken. of een paar dus maanden even wat minder. en al heel snel pak je de draad op. en is je leven. Was leuker. dat dus uiteindelijk een goede beslissing? Ja, ja. 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 grappig ja. is dat. Hoe dat ja. dan werkt in jouw hoofd. Ja. Ja, dat herken ik ook wel. Ja. Dat je in een relatie zit en dat je denkt van uh, we zijn eigenlijk allebei beter af zonder elkaar. Ja. Maar ja. ja, er is iets wat je erbij houdt. Ja. Maar om op de vraag van Wend van der Leyen een antwoord te geven, ik, ik, heb, ik herken dit dus wel. Ik, ik weet niet hoe je weet of er aantrekking. Uh, is, want er zijn er zijn dus eigenlijk drie smaakjes. Eén is jouw smaakje van dat je na een eerste date denkt, oké, okay, dit is de meest fantastische persoon op aarde. Mm -hmm. Een andere andere uiterste is dat je gewoon weet, nee, dit is gewoon en nee. En ik denk dat de bij mij zitten toch de meeste dates een beetje in het midden. Ik heb het eerste eigenlijk nog nooit meegemaakt, love at first sight, mm -hmm. dat heb ik uh, nog nooit meegemaakt, maar wel. Uh, en, en ook zeker wel de, 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 het scenario dat je gewoon meteen weet: nee, dat kan bij het eerste drankje al zijn, dat je gewoon voelt van nee, nee gewoon. Is, de, er is de, geen... Ik, ik erger mezelf dan de vorm van je hoofd: dit ja. gaat hem niet worden. Nee, nee. Um, maar ik, ik heb wel vaker meegemaakt dat ik uh, op de eerste paar dates gewoon echt gematigd enthousiast was. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik iemand al een jaar kende en ineens sprong die vonk over. Dat is, dat is toch ook. Super weird. Ja, dat, vind ik, dat vind ik heel bijzonder. Dat is, dat is nog nooit gebeurd bij mij. Mm -hmm. Maar dat is. Uh, kennelijk per persoon ook uh, verschillend. Ja. Ik vind het wel mooi om te horen dat dat dus ook kan. Ja, ja want uh, veel mensen om me heen zeggen dan: van ik moet bij de eerste date meteen voelen. Ik voel meteen of het goed zit of niet. Maar dat heb jij dus niet, want jij geeft het kennelijk nog vier, vijf, zes dates. Uh... Dat vind ik ook knap. Want dan denk je, nou misschien ja, komt dat dan, dan nog. en dan heb ik dus wel blijkbaar potentie gevoeld of zo en dan haar vraag is ook hoe weet je dat dan maar dat is dan misschien ja dus, dus dat je 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 voelt geen definitief je voelt geen volmondig ja maar ook geen definitief nee en dan is het maar toch maar kwam er dan een wel als verliefdheid na vier vijf dates dat je nou ik heb twee keer in mijn leven meegemaakt dat ik echt na nou, dat ik iemand al een jaar kende en ineens zo poef shit ik vind je leuk dat is super bizar en Misschien heeft het gewoon met openstellen te maken. En uh, als, je, als je je openstelt, dan geldt misschien wat jij zegt. Dat als je hart, als je, uh, je hart niet door trauma of door beschadiging of door angst helemaal gesloten is, maar als je hart mm -hmm. gewoon open durft te staan en je bent in tune daarmee, dan kan je denk ik op een eerste date al heel goed voelen van ja of nee. Maar als je hart wat meer gereserveerd is en een beetje zo stapje voor stapje zo'n beetje kijkt, van ja, open ik, open jij? Ja, dan mm -hmm. heb je er denk ik meer dates voor nodig. Ja, ja, maar dan, dan schakel je wel iets uit wat dan bijvoorbeeld intuïtie heet. Dat je een soort intuïtief ja. voelt. van... Ja. Dit is een, iemand die, uh, waar ik me heel prettig bij voel, of waar ik uh, uh, verlegen van word ja. of he, die, al die, die signalen die je krijgt bij een, um, bij een eerste date. Ik vind het op zich wel heel knap dat je zegt van uh, na een jaar kan het ook gebeuren. En dat heeft dus met mij te maken. Maar dan vind ja. ik alsnog begrijp ik de vraag die. Uh, hoe heet het? Ben. 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 Dan begrijp ik alsnog de vraag die Wen stelt: van hoe. Hoe weet je dat dan? Want jij wist het dus een jaar lang dan bij wijze van spreken niet. En ineens kwam dat. Dus dan moet ze wel volhouden, Wen, ja. als ze gaat daten. Ja, en je, je moet, je moet, dat moet je natuurlijk eigenlijk helemaal niet doen. Je moet natuurlijk opgeven. Je moet niet een jaar lang in de ijskast gaan zitten om ja, hopende... Dat zou ik zeker, om, om, ik zou dat dat, zeker niet doen. Ik, nee. was, ik haak er maar af. Nee, nee. Ja, maar ik vind het wel een goede vraag. Want kennelijk is dat dus niet altijd zo, als het bij mij werkt... dat je dat meteen intuïtief weet van nee. ja, dit, dit is leuk of niet leuk. Kennelijk kan dat ja. ook nog... Groeien. Ja. Ik heb daar geen geduld voor. Ik dan veranderen. Ja, dat is meteen, niks ja, en door. Nee. Maar heb ja. jij dan minder moeite om in die periodes dat je vrijgezel was, om nog gewoon je hart weer open te gooien? Kennelijk ben ik iemand die, ik bedoel, natuurlijk, ik heb ook een hoop uh, dingen meegemaakt die niet leuk waren en uh, er is een hoop gebeurd in mijn leven. Maar ja. kennelijk heb ik nooit uh, het vertrouwen in de liefde verloren. Nee. Ik zei al aan het begin van deze podcast, Liefde is voor mij nummer één. Ik leef op liefde. Niet alleen maar voor uh, mannen, maar ook voor mezelf en voor mijn kind. Ja. En ik vind liefde gewoon is, is een soort motor in het leven. Dat is zo, zo belangrijk. En ja ik heb altijd wel geloofd: van er komt iemand in mijn leven, of, uh, of misschien nog meerdere personen die, uh, die mij een super fijn gevoel kunnen geven. En ik hem. Ja. Dus. Um, ik ga ook al in de periode dat ik dan vrijgezel was, dan ga ik wel. Ik, ik ben niet heel lange periodes vrijgezel geweest, maar dan ga ik altijd wel hoopvol naar een date. Ik maak ook niet zomaar een date. Dan heb ik echt wel al een leuk gesprek met iemand gehad, online ja. of, uh, ja. uh, uh, of door de telefoon. Of dan heb ik wel al het gevoel van: ja, dit is wel een potentieel leuk iemand. Ik zou niet zomaar gaan afspreken met nee. iemand. Ja, we kunnen het ook nog een keer over hebben, over alle apps natuurlijk. Over Tinder en, en, en Lexa en Second Love. En ja, en hoe je Ramban. iemand ontmoet. Dat is ja. natuurlijk ook al best wel lastig. Als je dat nou niet wil, als je niet wil uh, tinderen of uh, nou ja, noem het maar op welke datingsite. Hoe ontmoet je dan iemand ja. nog in deze tijd? Helemaal in de coronatijd, want er is geen kroeg meer open. Ja. Maar heb, heb jij het als bekend persoon lastig gevonden? Is het lastiger dan denk je? Omdat mensen jou al kennen van tv? Ja, ik vond het helemaal niet lastig. Ik kreeg de hele tijd die, die, dat commentaar van... vond je dat dan niet lastig? Maar het was heel eenvoudig. Ik schreef me in op die site... en alleen maar de mannen die ik leuk heb gevonden... waar ik dan... Uh, dat was dan op die site zo... die ik een hartje had gegeven... die konden reageren op mij. Ja. En, um, dus dan wist ik al van... oh ja, dat was die uh, man. Die had ik ja. al heb ik al gezien. Die deed dat beroep. Weet ik veel. Dus dan wist ik van... Uh, ja. Ik had al een soort voorselectie gedaan. Ja. Dus het was helemaal niet. Uh, en volgens mij kon ook niet iedereen mij zien. Dan moet je. Uh, nou, ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar ik had niet het gevoel van. Nou, ik sta nu open en bloot uh, hier op, met mijn hoofd op het hak. Van nee, en uh, Albert Verlinde gaat hier morgen een item over maken. Nee, hoe cares? Er zijn zoveel mensen die op uh, ja. sites staan. Dat ja. is tegenwoordig ook heel normaal, toch? Ja. Ik bedoel, ja, je wil de liefde vinden. So what? Dat is toch niet echt een big deal of zo? Ja, nee, ja ik vertel, het nooit zo vertel ervaren. dat de media de, over het algemeen zijn. Ja, maar ik, meer, vertel dit, ik vertel dit ja. ook in, in interviews of wat dan ook. Ik, ja. ik schaam me er niet voor dat ik ja. op een datingsite cool. heb gestaan. Het ja. was ook maar twee dagen, toen had ik al iemand gevierd. Ja. Dus het is niet Zo, heel lang geweest. Dit is totaal geen. geen, 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 geen uh, hoe zeg je dat? Uh, ondersteunend woordje voor mensen die al drie jaar lang op die site zitten. Oh, een vrouwtje had het binnen twee dagen. Nou ja, goed. Ja. Zeg misschien ja. wat meer over mij dan over hun. Hoor. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En ik, mijn oog valt op een vraag van uh, Somaya: uh, Hoe slaag je erin om een man te laten wachten met seks zonder dat hij interesse verliest? Nou, dat is een goede vraag aan jou, Thijs. Dat kan ik niet. Uh... Ja, kijk, sowieso. Als een, man, uh, uh, niet, uh, als een man zijn interesse verliest omdat jij hem laat wachten met seks, dan is het niet de juiste man. Tenzij uh, we met wachten het over zeg maar een paar jaar hebben. <laughs> dat je zegt vanwege een bepaalde dat overtuiging. Die die <laughs> ja, dan ja. Zegt, ik wil maag blijven tot huwelijk, of, of whatever. Uh, als het zoiets extreems is, ja dan, dan denk ik, heb je hele andere discussies. Dan moet je gewoon iemand zoeken die, die ook jouw overtuiging heeft op dat gebied. Ja. Maar als het gewoon gaat om een paar dates. Dat jij zegt, ik heb pas seks op date drie, of date 7, of date tien. En uh, dan, als een man dan zijn interesse verliest, dan heb je daar je antwoord. Dan was ja. dat niet gewoon. Dat kan omgekeerd zijn, dat iemand een, uh, naar één date is er zoveel chemie dat je tijdens de eerste date al seks hebt. Ja. En dat een man daarna zijn interesse verliest, omdat hij denkt. Nou, dit, die, heb ik, die heb ik gedaan. Ja, en door. En dat is natuurlijk ook heel naar als je zelf ja. een fijn gevoel erbij had, of zo. Maar wat ik nooit snap, is nooit dan. Dat is trouwens. Van horen zeggen. <laughs> dat heb ik van horen zeggen. Dat so, ja, is een vriendinnetje ja, van mij die dat ja. vertelde. Dat verhaal. Ja. <laughs> oh, heerlijk. Maar, maar wat, wat ik dan nooit snap, en misschien kun jij dan het vrouwelijk perspectief hierop geven. Dat, 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 ik hoor dat vrouwen vaak zeggen: ja, nee, ik wacht gewoon met seks tot het derde date. Want anders dan vindt hij me niet leuk of zo. Maar dat ik dan denk. Dus echt totaal geen, re, geen relevante variabelen. Dan wacht hij doet. Stel dat hij doet, jou inderdaad niet leuk vindt. Dan wacht hij wel gewoon tot date 3. Heeft dan seks met je. En dumpt je daarna. Of ja. wacht tot date 4 of date 5. Ja, dat klinkt even heel hard, maar dat is natuurlijk wel vaak de praktijk. Het Absoluut. is echt niet zo dat hij dat eigenlijk jou heel leuk vindt. Maar dat je het hebt verpest door te snel seks met hem te hebben. Nee, ik denk sowieso dat iets als. Uh, um... Seks en uh, het met elkaar doen... dat dat niets te maken heeft met, uh, met cijfers en nummers... en hoeveel dagen en hoeveel weken ja, ja, en hoe lang. Ja, ja. En, ja. He, dat heeft totaal iets te maken met of je het allebei uh, leuk hebt met elkaar... en het wil allebei. Ja. En uh, als jij het gevoel hebt dat er nog even gewacht moet worden... dan wordt er nog even gewacht. En als hij afhaakt, ja. nou, dag... Ja. Ja, dan is hij het niet. Dan, ja. uh, nee hoor, dat heeft niets te maken met jou. Ga daar nooit over nadenken van heb ik iets verkeerd gedaan? Nee. Nou, dan kan hij lekker nee. een uh, deurtje verder gaan kijken. En het andersom, het meest foute wat je kunt doen... is dat je uit angst dat hij jou niet interessant vindt... maar meteen seks gaat hebben. Absoluut. Nee, maar dan, 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 en, nou, he, dan ga je toch ook al meteen... Uh, een grens over. Ja, uh, ja, je eigen grens over. Ja. En dan begin je ook op de verkeerde manier. Wat ja. is dan de rest van de relatie voor... Uh, oh, ja. Ja, wat heeft dat? wat kent dat voor pad dan? Ja, ik ben daarin best wel een romanticus. Als ik iemand echt leuk vind na een eerste date, dan ben ik vaak degene die voorstelt van nou, laten we nog even geen seks hebben. Oh, ja? en ik heb wel eens eerste dates dat gehad. Is dat ook echt een statement van jou? Van, laten we dat... Ja, het kan twee dingen. Soms kan het ook zijn wat ik je leuk vind dat ik nog helemaal niet in die, in die, in die fase of in die mindset zit. Ik denk ja, ik vind je nu gewoon leuk. Ik hoef nu niet per se je, je alle kanten van de kamer te laten zien. Maar is het dan uh, dat, ook echt zo of doe je dat verstandelijk zo van, nou dat komt misschien wel goed beetje, over? Weet je, 50-50. Het 50. nee, nee, niet, komt goed over. Dat ik dat, dat ook denk, ik vind het wel leuk. Ik vind, het wel een, ik vind je echt leuk. Dus je kunt ook wel een charme hebben om niet alles meteen te verspillen. Okay. Om nu gewoon te zoenen en op volgende date. Uh, je moet het uh, langzaam aan te doen, ja. je moet langzaam aan te pakken. Ja. En uh, ik, ik heb dus zelfs als eerste dates gehad, die eindigden in de slaapkamer, waarbij ik dan zei van, nou ja laten we dat nog even niet doen. En oh, dan echt? Dat vind ik wel sterk van je. Nou ja, ik en de, de, de reactie die jij nu geeft, die heb ik dan ook wel eens gekregen dat dat, dat ze het niet meer weten waar ze het zoeken moet. Wacht, maar dat kan ook wel maar een, een beetje bent toch onzekerheid aan Jij bent, de toch, in jij bent toch een man. Uh, wa, 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 ja. Wat? <laughs> hey, ik kan me voorstellen ja. dat je als vrouw daar ook onzeker van kan, kan raken dat je dan je, je eindigt al in de slaapkamer. Dus dat zijn al wel wat signalen dat er eventueel iets zou kunnen ja. gebeuren. En als iemand dan zegt van, uh, oe, laten we het nog niet doen? Uh, ik kan me ook voorstellen dat iemand. denkt... Oeh, ligt dat oh, ja. dan aan mij? Waarom ja. wil je dat dan niet? Nee, Ik heb, ik heb over het de algemeen wel positieve recensies over gekregen. Okay, dat, dat, oh, dat ze het wel heel mooi vonden. Ja. Maar het is echt Het ligt eraan hoe je het brengt, natuurlijk. Ja, ja. heb je waarschijnlijk heel ja. mooi, subtiel, uh, op jouw geheel eigen. Ja. Blijkbaar jaanse manier gebracht. Ja, en uh, ook het is niet zo dat dit. Het is ook echt wel natuurlijk uh, vaak nog voorgekomen dat je wel denkt: van... Uh, we gaan er meteen voor. Ja, het ligt aan de situatie en, uh, dan. Inderdaad, ik ben het helemaal met jou eens. We willen dan met ons, met ons logische brein willen we dan daar dagen aan koppelen. Ofzo. Terwijl het leven is energie, liefde is energie. Ja. En het is, maakt echt totaal niet uit. Uh, er is geen goed of fout. Goed of fout, ja. Nee, het ligt aan, aan het moment. Ja. en of je, uh, Volgens mij is, is, is de sleutel, voel je je allebei er goed bij. En als een van, van de twee zich niet goed erbij voelt, ja, dan gebeurt het niet. Of dan wacht je. Ja, ja dat ligt maar echt ja. aan, uh, wat. er is geen goed of fout. Ja. Ineens schiet het onderwerp sauna-dates me te binnen. Ik weet niet waarom. maar Dat, oh, dat uh, is iets wat bij jou past, denk ik. <laughs> yes, dus Zullen we dat als cliffhangertje houden? Of, heb je, of, oh, ja, oh ja, nee, dat, dat wil ik zeker als cliffhangertje houden. Ik ja. uh, ben benieuwd. Want uh, ja, we gaan zo hard. Uh, we moeten keuzes maken. Jij hebt ook de vragen voor je neus. Oh, oh ja, die liggen of, hier. Of, of, of wil jij je compleet overgeven ja. aan mijn leiding, vrouwtje? Nou, dat vind ik, op zich ook wel, uh, vind ik op zich ook wel leuk om daar gewoon, <hineer het leven" laughs> gewoon helemaal nou, afhankelijk op te stellen. Alleen binnen deze vier muren hoor, overigens. Ja, het is ook een vraag echt aan de man. Dat is misschien niet zo leuk. Um, nou, ik vind deze wel mooi. Mag ik er eentje ja. op gooien? Hoe zorg je ervoor dat je uh, dicht bij jezelf blijft tijdens een beginnende verliefdheid? Oh, ja. ja, die vind ik ook wel mooi. Ik denk dat je, uh, dat, je je, dat je jezelf snel kunt verliezen in wat de ander wil in het begin. En je wilt graag. Jij zegt het zelf ook al, ik ben vrij pleaserig. Ja. Uh, ik denk dat ik die eigenschap ook wel een beetje in me heb. Helemaal in het begin. Daarna ga ik wat steviger in mijn schoenen staan misschien. Maar ja. in het begin ben je natuurlijk zo kwetsbaar. Want je wilt graag dat het werkt. Of je vindt iemand echt heel leuk. Dus ik herken die vraag wel. Die is trouwens van uh, Claire um, Lambricht. En dus ik vind dat een goede vraag. Want dat is ook echt wel, denk ik, een grens die je moet bewaken voor jezelf. En. Uh, dat is soms best wel lastig. Maar ben jij dan iemand die dan van de een op de andere dag uh, die persoon echt op plek 1 tot met 10 zet? En dat je dan dus ineens je, je, je carrière en je vrienden en je, je eigen dingen gewoon veel meer aan de kant zet omdat je alleen maar bij, bij hem wilt zijn? Dat niet. Uh, mijn familie en mijn vrienden zijn heel belangrijk voor ja. mij en mijn werk ook. Dus dat zou ik dan niet zo snel hebben. Maar ik heb het net al gezegd uh, eerder in dit gesprek... dat ik vrij gepassioneerd ben in, uh, in de liefde... en dat ik dat een heel, iets heel belangrijks vind. Dus uh, ik kan me daar wel door laten... Uh, hoe zeg je dat? Opslokken af en toe. Ja. Een ja. beetje te veel. Soms. Maar, uh, hoe hoe uitzicht dat concreet dan? Um, als ik iemand heel leuk vind, dat ik heel graag wil dat, dat, dat het goed gaat... en dat het goed loopt en dat ik... Uh, um, nou, soms misschien, misschien wel een beetje te veel meega in wat de ander wil. Ja. In plaats van uh, te denken van wat wil ik nou eigenlijk zelf? En wat verwacht ik nou van de relatie? En wat voor, wa, waar, waar word ik blij van en gelukkig van? En wat wil ik graag? Ja. En um, ik ben in het begin vooral uh, is mijn valkuil. Ik ben me daar wel bewust van dat ik te veel denk van wat wil hij en wat wil, wat wil hij dat we nu gaan doen en ja. uh, wil hij dit? En, uh, ja, daar moet je echt voor waken. Ja. Dat je bijvoorbeeld denkt, oh hij, hij wil nu vast een leuk avontuurlijk avondje uit. Dus ik ga maar wat, wat spannends voorstellen. Terwijl je denkt, ik wil gewoon eigenlijk op de bank zitten ja. en Netflixen. En ja. lekker een beetje tegen elkaar aanhangen. ik ja. heerlijk. En dat je dan de, dat durft, eerlijk durft uit te spreken. Van, hey, ik heb nu gewoon zin om mijn om huispak aan te trekken. Ja. En mijn hema-slip. hij vindt hij me vast, Tom, En mijn hema-slip. Ja, daar begon je over toch? Je soms denk, nee, heb nee, ik een selectieve ik... geheugen. Ja ja ik doe toch maar goed dit zijn inderdaad kleine voorbeeldjes hè, van uh, hoe je thuis wat je thuis ja. kan doen of een date maar grotere voorbeelden is uh, um, ja hoe deelt iemand graag zijn tijd in hè, jij wilt bijvoorbeeld iemand graag uh, wat vaker per week uh, oh, ja. zien of vaker per dag contact hebben ja. uh, en de ander uh, is veel uh, veel vrijer daarin. Oh, ik vind dat heel lastig. En dat, is dat is in het begin altijd echt heel erg aftast. Ja. Op een gegeven moment vind je daar een modus in. En als je bij elkaar past, dan past die puzzel. En, maar dat kan ook heel lang een beetje net dat ene puzzelstukje niet goed passen. En dan ja. uiteindelijk past die soms wel of hij blijkt niet te passen. Ja, en misschien dat je dan eigenlijk jezelf nog niet goed genoeg kent. Dus als je al helemaal, als je heel goed van jezelf weet wat jij belangrijk vindt in het leven, je hebt voor jezelf helder wat jouw kernwaarden zijn, sorry, is echt zo'n mm -hmm. platgegooid begrip in de persoonlijke ontwikkeling. Hè? Maar als jij weet waar, waarvoor jij staat, waar jij je prioriteit bij wil leggen, waar jij je tijd aan wil besteden. En als het even kan, als jij dus in staat bent om, om al gewoon best wel happy te zijn in het leven als vrijgezel. Dan denk ik dat je veel stabieler bent en als je verliefd wordt in die beginnende vliefheidsfase waar Claire het over heeft... Dat je dan veel beter nog kan vasthouden aan die baken die heet gewoon 100% jij, jijzelf. Ja, maar daar zit ook je... een uh, moeilijkheid in, vind ja. ik. Want ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik vind dat ook mooi als je dat, uh, als je dat hebt ontwikkeld bij jezelf. Maar waar ligt dan de grens tussen een beetje water bij, bij de wijn doen voor de partner? Ik denk dat heel veel mensen daar wel mee struggelen. Van uh, ja, dit zijn mijn Maar je wilt ook niet heel star zijn van: Dit zijn mijn waarden. Zo wil ik het. Zo gaat het. En ja. anders niet. En anders dan loop je maar door. Hè, uh, je wilt ook uh, ja, een beetje uh, flexibel kunnen zijn naar de ja. partner. Want nou ja, niemand is hetzelfde. Mensen hebben andere waarden, vinden andere dingen belangrijk. Dus. Uh, Waar ligt de grens in um, elkaar in mekaars waarde laten. Ja. En zeggen van, ja, we moeten wel rekening houden met elkaar. Ja. En jij uh, staat zo in het leven en ik sta zo in het leven. Dus daar zal iemand water bij de wijn moeten doen. Och, ja. En dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, je gooit iets heel interessants open. Maar ho ho hoe ik, hem, ik, ik zag hem echt heel praktisch voor me. Dus bijvoorbeeld, de, um, ja, de ene wil eigenlijk vanaf het moment dat je het een relatie noemt... dat je elk weekend samen doorbrengt. Weet je wel? En dan... Ja. Ik heb me daar wel echt wel eens flink in verloren. En dat mijn vrienden me daar ook wel feedback op gaven van vanaf het moment dat je met haar bent. Zien we je nooit meer? Zien we je nooit meer? En uh, uh, misschien herkennen sommige mensen dit. Ik heb het ook wel eens gezien bij andere mensen. En dan word je ineens een spiegel voor gehouden. Dat je merkt: oh, ik deed dat ook. En nu zie ik wel eens hoe onaantrekkelijk dat is. Dat mensen eigenlijk nooit een commitment durven te maken. zonder het eerst met een partner besproken te hebben. Oh ja. Van hé, hey, oké, ja. donderdagavond wat leuks doen. Oeh, ja, ik zie mijn telefoon dat ik kan. Maar ik ga het eerst nog even bij mijn liefje checken. of zij misschien plannen met mij had. donderdagavond. Ja. <laughs> en ja, dan word je zo'n heel afhankelijk. Wacht even, ik moet even Claire bellen. Ja. <laughs> Ja, oh, knip je er maar uit, want ze heet Claire. Ze heet Claire. Nee, maar ja. dat was, was natuurlijk gewoon de eerste naam die in je opkwam. Ja, dat was ja, de eerste. Ja, was dus ja, serieus. Ja, ja, ja. Nee, maar ja, dat is dus wel ja. echt iets wat, wat uh, lastig is. Helemaal in het begin van de relatie. Van uh, in hoeverre uh, ga ik daarin mee? Of vind ik het misschien wel echt prettig om ja. dat zo aan te pakken? Maar ik, als ik nou naar mezelf eerlijk ben. Ik was gewoon veel te afhankelijk. Dus dan, dan was ik dus niet iemand die al vrij stevig in zijn schoenen stond. Had ik ineens een liefje, een... een, een een, een, een sol gevonden, en dan dacht ik: Oh, nu is mijn leven wel compleet, en dan ga je, ga je daar veel te veel aan vastklampen, mm -hmm. en dat is dat is voor eventjes leuk, ja. maar dat is niet natuurlijk Het voor... andere, het andere uiterste is dat jij uh, hebt bedacht: Van ik ben Thijs, en zo wil ik het. Dit zijn mijn pijlers in het leven, en en iemand die daar dan bij komt, nou, die kan zich daar heel leuk aan aanpassen, maar. Dit is hoe ik het wil doen. Hè. Dat, dat heeft ook iets heel stars. En dan sta je ook niet open voor de liefde. Maar goed, nu, nu zet het, zeg ik het heel zwart-wit hoor. Want uh, waarschijnlijk is het veel uh, uh, meer Barbapapa ja. dan dat. Maar het is, uh, uh, ja, ja dat, dat vind ik wel soms een lastige grens. Nou, dit vind ik super interessant. De vraag: hoe vind je de middenweg tussen pleasen en ja rekening houden met de ander. Ja. Want het is heel norm je wil dus niet te veel pleasen, maar je wil ook niet wat jij zegt, ja, die starre gast zijn die soort van zegt dit is een contract en zo wil ik leven en deal we dit of niet. Ja. ja. En nou, ik heb het volgens mij ook vaak aan mijn coach gevraagd en blijkbaar is er nog nooit iets uitgekomen waar ik wat mee kon, want ik ben het in elk geval vergeten. Ik ben ook wel benieuwd uh, hoe, 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 hoe weet de nou, ja, doen. Hoe weet je nou? Ja, hoe weet je dan voor wel. jezelf ook van hé, hey, nu ben ik aan het pleasen of of wanneer je denk, want ja, je wil wel ja, je wilt wel voor elkaar zijn. Je wil je ook een beetje liefde is ook een beetje naar het water bij de, Geven bij de je en nemen. aanpassen. Ja. ja, en je zal altijd een partner vinden die uh, in principe niet jij is. Ja, dus, gelukkig. gelukkig maar, want dat is ook spannend en dat geeft ook een spanningsveld. En dat geeft ook. He? Alleen wrijving maakt glans. Dus dat is ook uh, belangrijk. Alleen, ja. Um, ja, je moet wel rekening met elkaar houden. En tegelijkertijd je eigen grenzen bewaken. Ja. Nou, laten we met het voorbeeld komen. Vrouwtje, stel, wij hebben een relatie. En voor mij is bijvoorbeeld familie heel belangrijk. En ik vraag van, hey, heb je zin om, uh, wat is het vandaag? Dinsdag? Toch? Ja, heb je zin om aanstaande zondag? Uh, ik ga dan naar mijn familie en uh, ik wil graag dat je meegaat. Uh, het is een hele lange dag, van twaalf uur nou, tot Tenzij mijn dochter ja. iets op school uh, moet doen, wat heel belangrijk is. Of een voorstelling die echt, voor mij, zou ik met je meegaan. Oké, okay, ook als jij het geen reet aanvindt? Ja. Oké. Okay. Dan zitten we nu nog in de categorie, dit is gewoon liefde, water bij de wijn, ja. hey, dit is voor jou belangrijk. Stel dat ik zeg, ja, ik wil eigenlijk elke eerste zondag van de maand, wil ik de hele dag naar mijn familie en welke jij meegaat. Ja, dat vind ik wel, uh, nou, dat vind ik nogal een commitment die je dan maakt. Dus dat vind ik, daar zou ik dan wel samen over willen praten. Van waarom is dat zo belangrijk? En kunnen we dan niet één keer in de maand naar je familie? Of dat zei je één keer in de maand? Kunnen we dan niet... Ja, ik zei één keer per maand. zijn. Nou, ja, kunnen we niet één keer in de twee maanden ja, gaan? Ja. of... Oh, nou ja, nee, uh, jij kan dan misschien één keer in de maand en ik haak af en toe aan. Of... Ik ja. vind die commitment vind ik dan wel heel heftig. Van ja. We moeten elke maand, als het woordje moeten erin komt, vind ik ja. wel wat lastiger worden. Ja, dus ik denk dat daar zit het hem dan wel in. Ja, en de, daar, daar voelt hij dan voor jou wel als. Dan, dan zou het pleasen zijn als je ja. zegt: ja, ik ga wel elke keer mee. Ja, als, je, als die ander ook verwacht en je moet meegaan. Als daar een soort vrijblijvendheid in zit, dan doe je het denk ik ook. Ja liever gra en meer ja. graag. Ik vind aan de andere kant van de tafel ook wel heftig. Ik zou zelf niet zo snel mijn partner ergens naar mee durven te vragen als ik weet dat zij het niet zo leuk vindt. Dan zou ik me in elk geval heel erg bewust zijn van het feit: ze doet me nu echt een gunst. Maar stel nou dat jij dan alleen naar je familie zou gaan, omdat je weet, uh, uh, misschien vraag je er niet mee, omdat je weet dat ze het lastig vindt, of je hebt het wel gevraagd. Je hebt zei, joh, maakt helemaal niet uit, ga lekker met je vriendinnen winkelen, ik ga naar mijn familie en dan zie ik je lekker daarna. Mm -hmm. Maar dan zit je daar toch met een bepaald gevoel op die verjaardag van die familie, waar iedereen zijn partner bij zich heeft en jij niet. Ja, het dan natuurlijk ook, de context maakt natuurlijk ook heel erg het verhaal van als het een één keer per jaar gathering is. Want oma is zoveel jaar, uh, wordt zoveel jaar of whatever. Dat is natuurlijk of anders. je zit er elke week te eten. Ja. Of om de twee weken. En, en dan kom je toch op het punt dat... dat Nou je lifestyle dat stond een van de puntjes van onze agenda... waar we misschien een hele episode zelfs over kunnen maken. Ja, dan kom je toch op het punt van lifestyle na een tijdje... van wacht eens eventjes, hoe belangrijk is, is familie voor jou? Hoe belangrijk is werk voor jou? Hoe belangrijk is vakantie voor jou? En, en, en denken we wel hetzelfde over het leven? Ja, en, en, hoe, en dit hoe, is natuurlijk projectie, want ik... Ja, ik vind over het algemeen meegaan naar familie gewoon het kutste wat er is. Ja, <laughs> ik, ik, vind, ja. ik kan het. En dan sugarcoat ik het nog. Ja. En uh... Ja, dus als ik dan een keertje meega, dan, dan is het, voelt het voor mij echt als een mega fever. Maar als ik, ik zou dus niet met iemand kunnen zijn die zegt. en het is verschil tussen gezin en familie, hè, en dan ook nog eens de, de, en, en ook de, de frequentie. Maar als ik met iemand ben die zegt: echt mijn hele familie, mijn ouders, en mijn ooms en tansen, mijn neven en nichten, is voor mij zo belangrijk. En nu ook eigenlijk wekelijks zien, ik wil dat je meegaat. En, ja, dat gaat nee, Het hangt dan, dan? niet ook heel erg in hoe iemand dat dan vraagt of verpakt. Want als jij zegt, ik wil dat je meegaat en dat is voor mij super belangrijk en ik, ik wil dat je dat doet, dat voelt veel dwingender voor mij dat je zegt van, ik weet dat je het niet leuk vindt, uh, we hoeven het echt niet elke maand te doen, maar uh, dit keer is oma jarig en die ja, leeft misschien niet lang meer. Of, ja, ja dat nee, nee, is dan, een dan, heel dan, heftig voorbeeld. Maar ik vind het echt heel fijn als je meegaat. Ja. Ik voel me echt ik vind het echt le lekker als je erbij bent. Ja, ik, uh, hè, dat zou ik ook dan heel dan Maar dan, 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 dan komen we eruit. Ja. Dan komen we eruit. Okay. als je daar wat starter in bent, dan... Ja, dan maar zit het zit kan... niet allemaal in communicatie, in hoe je dingen brengt naar je partner. Ja, en ook... Het kan ook gewoon zijn dat je de conclusie trekt. We, we passen niet bij elkaar. Want stel, jij vindt het echt heel belangrijk dat jouw partner super frequent met jou meegaat naar jouw familie. Ja. En voor meegaan naar jouw familie kun je nu heel veel andere dingen invullen. Het is maar een voorbeeldje. Ja. En die ander vindt dat echt een super uh, uh, onaantrekkelijke activiteit om te doen, dan kan je er net zo, kan je er heel goed over communiceren, maar dan kan natuurlijk ook de conclusie zijn: hey, gaan wij elkaar wel gelukkig maken? Ja. Gaat dit niet, zolang wij samen zijn, een discussie, een ruziepuntje worden? Ja, ja, zeker. Alhoewel ik dus ook vind dat je een beetje water bij de wijn moet doen ja. en daar gewoon even lekker met dat kopje koffie op je schoot uh, met uh, ome Riet praten. Ja. Ja, ik vind dat er wel, nee, soms bij hoort, nee, absoluut. Ja. Maar, dan, maar dan heb je over geven en nemen, geven en en dan, nemen. Uh, ja. ja, zeker. Ja, ja. Huh, wat een onderwerp, allemaal ja, hè? zo in een korte tijd. Ja, we, we moeten al bijna gaan, ja, we moeten gewoon gaan, gaan afronden. Ben ik bang. Oh, echt? Ja, we het kunnen, gaat zo ja, snel. Ja, zie jij nog ja, ja, we iets, uh, hebben nog honderd onderwerpen ik, die ik, we, ik, waar ik, we ik het scroll, over kunnen hebben. Ik scroll nog even um, <laughs> live door de, door de Instagram. om te kijken wat, uh, wat er binnen is gekomen. Ja, want als, uh, als je nu een nieuw iets opgooit, dan ben je daar zo weer een half uur, half ja. uur verder mee. Oh ja, bij mij uh, iets over heartbreak komt binnen, over uh, hoe je snel van je verdriet af kan komen als je oh, hart goeie. gebroken is. is ja, Oké, okay, dat is, is van verdriet. hands on bars, zegt dat over heartbreak en hoe je sneller van dat verdriet af kan komen. Uh, wanneer onverwachts je relatie is beëindigd. Ik denk dat dat echt niet iets is om even een paar minuutjes te bespreken. Want dat is, dat is zo'n zo complex onderwerp. Ja. Dat is voor een andere. Nou, ja, Dan kunnen we het beter nu over sauna-dates hebben. Nou, ja, ik, daar, daar wil ik nog wel even op terugkomen. Want jij hebt het zelf opgegooid. <laughs> <Ja. laughs> ik dacht dat dat alleen iets was wat, uh, wat homo's deden, sauna-dates. Oh, ja. Dat is in, in, in die scene is dat uh, de, de gebruikelijke ja, ik heb, nou ja, eerste weet date. Weet ik niet, maar ik, dat weet ik niet. Ik, daar ben ik misschien heel naïef in, maar ik heb een aantal allemaal vrienden en die hebben dat dan verteld mm. dat ze dat wel eens hebben gehad. Ja. Maar jij dus Nee, ook. die, die resoneert niet bij mij. <lacht> <lacht> nee, ja, ik. Uh, dit, dit, mensen die, die, die zitten nu op een beetje van hun stoel van oké Thijs, uh, ja. We vinden dit interessant. Uh, ja. de in stoel. Ga door. En ik ben dus een. Ah, laten we beginnen met ik vind de sauna gewoon superleuk. Ja, sommige mensen vinden de sauna gewoon helemaal ruk, die houden niet van die hitte en nou, sauna gewoon ge geen telefoon, geen prikkels, je bent naakt, echt. Na zo'n dagje wellness of gewoon een saunaatje na het sporten ben ik helemaal zen, helemaal happy. Ja. Dus het is gewoon een de sauna aan zich is gewoon een activiteit die ik super leuk vind. Tuurlijk is het ook leuk. Ik hou ook ik ben een beetje rebels en zo. ik hou een beetje van die spanning en avontuur en dat vind ik ook leuk. Als als je een een dame op eerste date meevraagt naar de sauna. Dat, dat is gewoon. De eerste, date? eerste date? Ja, 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 eerste date. Ja. Dat is gewoon een beetje spanning en avontuur. Dat vind, ik, oh, dat vind ik ook wel gaaf. En er zijn vrouwen die dat doen? Ik heb dat wel uh, regelmatig meegemaakt. Wauw. wow. Ja. Dat vind ik ook heel dapper van de vrouw? Ja, dat is, dat is nogal wat. Ja, dat, absoluut. En, maar ik vind dan wel een turn-on dat je dat doet. Want dat zegt dan wel weer wat Snap over ik. dat je dat je dus ook van nou over kernwaarden met je gesproken. Dan, nou, dan hou je ook wel van, van een beetje gekke dingen doen en spanning en avontuur. Tuurlijk, want dat denken mensen dat dat 100% is. Maar dat is echt nog niet eens de helft. Tuurlijk is het ook leuk dat je die ander naakt ziet. Uh, maar wat ik veel leuker vind is dat als je je kleren uitdoet, doe je ook een beetje je maskers af. En je hebt in de sauna. Uh, gewoon betere gesprekken. Dat is mijn ervaring: betere gesprekken. Intiemere gesprekken. Oh, echt, ik moet altijd aan, de, aan het zuurstof in de sauna. Ik kan niet een normaal gesprek voeren. Ik ben echt ja. na één minuut al buiten adem. Ja, maar ik heb natuurlijk over een sauna dagje. Dus je, je bent natuurlijk al gauw vier, vijf, zes uur in dat gebouw. Ah, precies. Dus je bent niet en per se in een... In een nee, uh, niet per heet, se. Uh, uh, in een nee, sauna. Precies. Ja. Dat je na nou, het uh, zwetend en puffend... Uh, hey, uh, hoe is jouw leven? Ja, dat. <laughs> dat zie ik dan voor ja, me. Dat ja, je ja, daar elkaar voor het ja. eerst dus ziet. Maar dat is Je niet ligt per een keer in de zon of, of, of je loopt een rondje of je bent aan het lunchen of... Uh, en, en je hoeft het niet eens te, te regisseren. Het ontstaat, ik heb echt een score van 10 uit 10, dat het ontstaat vanzelf op een gegeven moment dat je ineens bijzondere gesprekken voert. Ja. Je leert iemand dan echt wel beter kennen dan als je even een drankje gaat doen. Wat me ook wel spannend lijkt, is dat je uh, jij zegt, je bent zo een hele middag verder. Want in zo'n zo sauna die jij bedoelt, he, ja. heb je inderdaad tien dompelbaden. En, en dan kan je lunchen en uh, buiten liggen, whatever. Maar dat duurt lang, zo'n date. En als het niet zo leuk is, dan is het best lastig om dat af te kappen. Bij een drankje is dat makkelijker. Dat is waar. ja, Dus je moet natuurlijk wel selectief zijn. Het is niet dat je een Tinder-match hebt en dat je denkt, hé, hey, laten we dat doen. <laughs> dus, maar ja, ik heb het dus echt wel ja, redelijk vaak meegemaakt in mijn leven. En dan, dan wel bij, bij de dames waarbij ik dacht, jeetje... Ik vind ja. het echt interessant en, en ik wil wel uh, een dag of een halve dag investeren om en je beter te leren kennen. Hoe vaak is dan de, de, de score geweest op dat het succesvol was of, of dat het een beetje tegenviel? Dat was ik denk 50-50 vijf... ongeveer. Okay. En dan succesvol hoeft niet per se te betekenen dat er een relatie uit voortkwam, maar dat het gewoon uh, heel gezellig was. was en dat, dat er meerdere dates zijn geweest en dat er gewoon klik was. Ja. Dus jij zou dat en... eigenlijk aanraden als ja, eerste date? Ik ben, groot, ik ben de ambassadeur van, uh, van stichting uh, Eerste Sauna Dates Nederland. <laughs> Oké, okay, oké. Okay. Ja, 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 dat nou ja, ik hoe maar zo. Jij ja, hebt over mij ja, al leuk. Zouden, als, als als wij een, een uh, intieme klik zouden hebben en jij was vrijgezel, en ik zou zeggen: Hey vrouwtjes, zullen we lekker samen naar de sauna? Oh, gaan. Zou ik echt heel erg een beetje gek vinden of zo? Ja, ik, terwijl ik heel open-minded ben over alles, maar zou ik denk jezus in de sauna en dan meteen al naakt. Ik vind dat dan toch, ik ja. ben super ouderwets, denk ik daarin. Ik, ik voel toch een ja. <laughs> Ik vind het ook kort. Ja, ik zou. Ja. Ik, ik, ja, ik vind sowieso een eerste date al super spannend. Ik ben sowieso een, een heel. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ik wilde niet. Ja, ik weinig zeggen een zenuwachtig persoon. Maar ik ben wel een, een persoon die heel, weet je wel, heel snel uh, hyped up is en zo. En dus een eerste date is voor mij. Nou ja, dat is ongeveer de grootste spanning die ja, je kan okay. hebben. Ja. En dan ook nog op weg naar een sauna waar ik dan... En dus die date heb en die ontmoeting. Nou, ik kan dat helemaal niet aan, zoveel prikkels. Nee, dat nee, vind ik too much. Ja, ja, dat vind ik echt too Nee, much. en ik, ik zeg het heel stoer. Ik ben me natuurlijk hartstikke van bewust dat ik een afwijker ben. Dat dit niet normaal is. Dat ik een gekkie ben die dit super leuk vindt. En ja, ik heb het geluk dat... Maar zo selecteer je dus ook... Sorry, maak je zin af. Sorry. Nou ja, ik heb het geluk dat, dat, dat er wel dames in mijn leven zijn geweest die daar ja op hebben gezegd. Nou ja, en dat, dat heeft gewoon hele leuke dates opgeleverd. Je selecteert dus al meteen vrouwen die de, die, die spanning in het avontuur ja. uh, ook met jou meteen aan willen gaan. Dus ja. dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja. ja. Zeker. Maar zou jij is het? Want ik voelde bij jou geen 100 Nee, jij zou het ook nou, wel want ik een zou, beetje. Nou, wat ik aantrekkelijk eraan zou vinden is dat iemand iets geks voorstelt. Dat ja. vind ik wel leuk, oh, ja. want ik hou niet van saaie mannen of mannen die heel erg uh, gewoon binnen de uh, binnen de gewaande paden denken, zeg maar binnen hokjes denken. Dus ik zou het mm -hmm. heel leuk vinden als iemand dat voor zou stellen. Zou ik zoiets hebben van wat, de, wat is dit voor, uh, voor voor type? Dat vind ik wel heel leuk. Dus dat zou ik er leuk aan vinden. Alleen. Dat is het concept, het idee. Ik weet niet of ik de uitvoering leuk zou vinden, omdat ik dat dan misschien te spannend zou vinden. Ja. Dan zou ik eerder zeggen van, nou, laten we elkaar eerst. Ja, dat is, ben ik dan. Dan neem ik meteen weer de regie terug. <laughs> Zouden we eerst niet daar af kunnen spreken en dan, uh, dan, doen we dat als tweede date. Als het leuk is, oh ja. dan ja, gaan we ja, naar de sauna ja, ja, samen. Ja, ja. Nou, wel, ik ben dan dus zo twisted. Een keer stelde ik het voor aan iemand en ik had al echt zo het gevoel van, nou ja, ik vind jou echt wel heel leuk, misschien... Uh, dus ik ging al vol hoop echt die eerste date in. Van, uh, misschien uh, wordt dit wel gewoon iets serieus tussen ons. En toen zei ze, nou, nou ze vond het niet zo leuk. Ze uh, zei ook zoiets van, nou, misschien date twee of drie. Maar laten we, ik kom wel naar jou toe en dan gaan we samen koken. En dat was zoveel meer uit mijn comfortzone... Oh, ja? dan gewoon lekker naar de sauna gaan. Oh, nice. dus dat dat, dat is, is leuk, toch? En toen werd ik ineens zenuwachtig. En toen yeah. zei ja, laten we samen even dan de Albert Heijn in. En ik denk: jeetje, dat is een soort van. Dan ben je <laughs> ja, als soort Nooit van... in de Albert Heijn. Ja. Ja, ja. Hoe doen mensen dat? <laughs> ja. Ja, als soort ik, van stelletje: ja. ga je wel met je karretje in de winkel en dan samen koken. En ik weet niet, ik kan helemaal niet koken. En dan, dan ben ik klunzig en dan ik dat het goed is. En uh, dan ja. kom je in mijn huis meteen al. Dat is dus... grappig. Dat is dus heel verschillend wat je ja. in je comfortzone vindt. Ja. Of niet qua eerste date of ja. Uh, ja. Ja. waar je je lekker bij voelt. Ja. Ja. Wat is jouw ideale eerste date? Laten we daar dan mee afsluiten, vrouwje. Um, mijn ideale eerste date is uh, een date. Mag het ook fictief zijn? Uh, waar ik niet zo super zenuwachtig ben, dus uh, uh, waar ik gewoon maskers af kan zetten, zoals jij zegt uh, in de sauna, maar dan niet naakt. Maar dan op een plek waar je gewoon. Uh, Waar ik me comfortabel zou voelen, gewoon uh, ergens bij, thuis of uh, uh, in een super relaxed uh, café of restaurant. En waarbij je meteen uh, een, een super uh, fijn gevoel hebt bij iemand. Van inderdaad, ik ben graag bij jou. Ik wil mm. dat dit langer duurt. Uh, ik wil nog meer weten. Ik wil nog meer praten. Dat is een ideaal gevoel. Dat heb je ook niet zo snel. Dat is echt wel bijzonder ja. om met iemand die klik te hebben. En. Dan zou het wel afsluiten met een zoen, denk ik. Ja. ja, want dat is wel meteen de ultieme bevestiging van: Wow, dit was helemaal ja. overrompelend. Ja. Uh, of, um, hmm, en helemaal. vind je dan dat hij die move moet maken? Um, nou, dat hoeft niet per se. Nee. nee, dat hoeft niet per se. Dat kan gewoon gebeuren. En dat, ja. als, als, als dat vanuit mij zou komen. Ja, ik denk niet dat hij als er een klik is, hè, in de ja. date, dan zal hij me niet wegduwen. Nee. Dat zou sowieso een beetje ja, het, raar zijn. Het mooiste zijn. is inderdaad als het als het soort van ontstaat. Het ontstaat. Dat ontstaat. Dat het echt dat na een tijdje ja, het gesprek van stil. Date. Ja. En ja, dan dat dan zou... als een soort van magneet dat je gewoon allebei, dat je gewoon echt in flow bent met elkaar en dat je ja. gewoon naar elkaar toe beweegt en dat het gewoon het gebeurt. Dat dat, dat is het mooiste. Ja. Dat zou het ideaalste zijn. Dus dan is er geen initiatief van. Nou, er ja. gebeurt niks, dan ga ik maar. Ja. En dan ja. zegt hij, weet je, ik vind je echt leuk. Dus laten we nog niet samen slapen. <laughs> ja, ik weet niet hoor. Het kan ook gewoon zijn van. Kom hier, ja. Ja. Dat ja. kan ook. Ja. Ja. ja, dat ligt er maar ja. net aan hoe het loopt. Ja. Dus dat. Leuk. Ja. Nou. Ja, ik dit laat maar stil te, het te vallen. Ik denk dat we, dat we hebben echt genoeg hebben uh, om dit nog een keertje uh, te doen. We hebben zoveel onderwerpen. Maar de, de, ja. er komt ook weer... Dat is het mooie van praten over relaties en over de liefde. Terwijl je erover praat, denk je... Ah oh, ja, ja, pak je die zij weg of die zij weg. En ik denk dat als je zit te luisteren... Dat je dat misschien ook wel herkent. Dat je zelf uh, nog allemaal dingen had waarvan ja. je... Denkt, oh ja, ja, dat vind ik ook wel leuk om, uh, om te horen. Ja. Of om het zelf over te hebben. En het is... Ongetwijfeld herkenbaar, wat we hebben besproken. Of misschien zijn wij de enige die die, die, die successen en fukken nee, meemaken is. in de relaties en de liefde. Ja, ja, dat denk ik niet. Ja. Iedereen herkent wel iets, denk ik. Ja. ja, dus ik zou zeggen, als je dit hoort, laat even weten wat je ervan vindt op onze Instagram. -kanalen. Ik vind het wel heel spannend, want het is ook wel heel kwetsbaar om te praten over de liefde. Want je gaat, hoe dan ook persoonlijke dingen zeggen, dingen die jij voelt, ja. die jij vindt. Ja. En die zijn natuurlijk toch, ja, toch altijd kwetsbaar. Ga je dit terugluisteren? Nee. Je gaat, oh, je terug. gaat het niet terugluisteren? Nee, ik heb mijn andere podcast met jou ook niet, ook niet. Nee. En van waar? Daar word ik ongemakkelijk van om oh, uh, een gesprek oh, van mezelf okay. terug te luisteren. Ja, nee, dat is dan, uh, ik loop hier nu straks weg en dan denk ik van, oh, wat heb ik allemaal gezegd? Dat, heb ik ja. allemaal gezegd dat. Dat, dat, dat gaat dan wel door mijn hoofd. En als mensen reageren met van ik heb het gehoord en het uh, resoneert of ik heb, iets, heb er iets mee, dan denk ik wel van oh wat grappig, welk stukje zou dat dan geweest zijn? Oh, ja. Zo, maar ik ga het niet terugluisteren. En, nee. en heb je nu het gevoel van oef, ik heb misschien dingen gezegd die niet zo handig waren? Ja om te hoor, zeggen. wel meerdere dingen. <laughs> maar het is ook een kwestie van loslaten. Ja, want volgens mij zitten we nog maar, we're just getting started. Ja, ja, ja. Dat, weet je, dat is toch, je moet als je over dit onderwerp moet je persoonlijk worden. Ja. En, uh, ja, dat moet je ook dan maar gewoon loslaten. Iedereen hè, maakt dit mee. Ja. Iedereen doet stomme dingen en ja. uh, dingen die, waarvan je denkt: maar had ik misschien volgende keer anders kunnen doen? Ja. 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 ja, het is zoiets, zoiets bizar. Liefde en relaties, Dat we willen het allemaal en de films en de liedjes gaan er allemaal over. Ja. En het kan heel mooi zijn en je kan er dood en dood ongelukkig en miserable van worden. Het is ongrijpbaar. Ja. Nou, met die positieve noot. ga ik het me goed om af te sluiten. Oh my god, ja, inderdaad. Ja. ja. Ja, maar het is wel iets wat we nodig hebben allemaal, liefde. Ja, absoluut. Ja. Misschien is dat dan ook een keer een thema, zelfliefde. Hè? Want dat, dat nou, is dat misschien een mooiere afsluiting. Mijn coach, waar ik het ook een paar keer over had, deze episode, die heeft mij, toen ik echt goed in de shit zat qua liefde, toen zei die Thijs, zij kan jou helemaal geen liefde geven. Je kan alleen maar, zij kan jou alleen maar herinneren aan de liefde die al in jou zit. Wauw, dat had ik niet zo kunnen afsluiten. Mooi toch? Ja, vind ja. ik heel mooi. Met dank <laughs> aan Albert Zonneveld. Ja, <laughs> ja, vind ik mooi. Vind ik okay, mooi. Ja, cool. Prachtige uh, zelfreflectie. Thanks, Foukje. Ja. ja, graag gedaan. Vind heel leuk. Dan. Oh, oh ja, ja, mag oh, dat? ja. Oh, dit... Oh, dit mag het natuurlijk nee. niet. <laughs> Bij deze dan. Ja.